hier is die. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter. Yo. Lucas is er ook weer. En Jan-Marc. Ja. En wie weet schuiven nog meer mensen aan. Ik denk dat er ook weer een pensionade aan zit te komen. Hè? Ja. Ja, als we maar genoeg over lippenstift op zijn neus. Ja, en over egeldes. Laten we daar maar even mee beginnen. Uiteraard geven we weer egeldes weg. En dit keer 60 egeldes. Dus ja, uitroepteken Ron Paul in de chat. Moet je wel op Twitch zitten. Moet je wel meedoen voor zo'n bedrag. Ja, dan wil je wel weer, hè? Ja, nou begin het serieus te worden. Ja, ja, ja. Nee, kom, vorige keer heeft niemand het gewonnen. Dus ja. Uitroepteken Ron Paul in de chat. En dan kun je rijk worden. Je wil mijn computer nou dat ik me overal opnieuw voor ga inloggen. Hebben jullie dat wel eens? Als je heel lang niet op Twitch bent geweest, dan... Nee, maar je vindt alles. Hotmail, Skype en... Dan heb je waarschijnlijk je cookies opgeschoond. Hmm. Ja. Ja. Maar goed. Ja, even kijken. Wat wilde ik nou doen? Oh ja, ik wil even dit oppakken. Ja. We gaan weer inderdaad weer egeldes weggeven, zoals ik al zei. En waren er nog nieuwtjes en zo? Nee, dat kan ik ook even niet bedenken. Geen nou ja, we hadden vorige week hadden we het over LP gehad, hè? Dus ja, we weten nou weer wat meer over de richting van de partij. Ja. Waren jullie er enthousiast over? Nou, kijk, er waren wel... Hey, ik hoor een echo. Van wie hoor ik dit? Ben ik dat zelf, godverdorie? Oh, maar ik weet het niet. Wie is er weer zo onprofessioneel? Oh, ik ben het. Ja, ik weet niet wie het was. Maakt niet uit. Maar ik hoor hem nou niet meer. Nee, maar goed, ik vond het wel grappig. Want ja, de richting is nu dat, de LP wilde het leger en de politie, die moet behouden blijven en die moet het volk betalen. En toen vroeg ik aan Rick van of hij dat wou met vrijwillige belasting. En toen zei Rick van, ja, nou, we willen wel beginnen met vrijwillig. We eindigen. Maar als het dan niet werkt, dan maak kwaadschiks. En dan vraag ik me af hoe vrijwillig is dat precies. Maar dan ga ik morgen uittesten met een oud vrouwtje. Die ga ik vragen of ze vrijwillig haar portemonnee maar wil geven. Zo niet. En dan zeg ik gelijk bij, ja, als het niet vrijwillig kan, dan stappen we over naar andere. Zeggen die politici nou, als, toch ook als al het goede diensten zijn, dan zou ik wel vrijwillig willen betalen voor sommige diensten waarvan ik denk dat ze nuttig zijn. Dus. Nou, vrijwillig is altijd goed, want dan als je er dan achter komt dat het niet is wat je dacht dat het was, dan kun je er ook mee stoppen. Hè? Ja. Als de politie er alleen maar is om jou in elkaar te slaan en jou te bewaken, dat je na 9 uur 's avonds niet meer de deur uit kan. Dan kun je zeggen, ik stop met betalen. Dan wordt er ingeslagen. Dan wordt er alleen... Oh ja, dat leek me ook wel leuk voor, want we doen nooit al sport. Ik dacht, dat is misschien wel een leuke sportrubriek. Want ik hoorde dat de stad elke keer gesloopt werd als Marokko wint. Nou, ze hadden gisteren gewonnen, dus ik dacht, nou, ik trek een jas aan en ik ga voor, weet je wel. Maar het bleek toch uiteindelijk dat ik gewoon in mijn eentje dat de bushockey in elkaar aan het trappen was. En dat er geen enkele Marokkaan mij wou assisteren. Dus ja, dat... Maar het is duidelijk dat als je wilt... was toch wat teleurstellend. Als je wilt demonstreren tegen COVID-maatregelen, dan moet je vermomd als Marokkaan en als LGBT. Dus als jij als LGBT Marokkaan gaat demonstreren, dan denk ik dat je klappen kan vermijden. Ja... Ik weet het, ik heb toch weer een klein beetje het idee met die, kijk, Black Lives Matter, toen ging de politie knielen natuurlijk. En klimaat is ook altijd goed. Nee, die kunnen gewoon over hekken klimmen bij vliegvelden en dat maakt allemaal niet uit.
En dan normaal was als ik hier... Ja, als ik hier in Marsum hebben wij een vliegveld, militair vliegveld. Nou, ik weet zeker, als ik daar halverwege het hek ben, dan heb ik al een Mechelse herder in mijn broek hangen. Maar bij die klimaat, die komen daar gewoon met 20 man overheen. En de pest, die is er al. Dat is ook wel apart. Maar die Marokkanen, daar heb ik toch weer een beetje zo'n verdeel- en heersding bij. Want ik zag Telegraaf op internet. En dan hadden ze het over van, ze bekogelen de hulpverleners. Nou, dat is altijd weer zo'n verhaal, weet je wel. Dan willen ze toch wel negatief. Ja, toen keek ik die beelden. Nou, ik denk, ja, goed, als knuppelende ME'ers, als dat hulpverleners zijn, dan... Wat is jouw naam, hulpverlener? Romeo. Ja, ik bedoel... Nee, maar dat hebben ze toen ook met die wappies gedaan. Hier in Friesland had je dan op een gegeven moment, gingen ze kerstbomen in de fik steken. Terwijl het avondklok was of zoiets, er was iets. En toen kwam er ook... hulpverleners gingen ze bekogelen, vuurwerk en zo. Maar goed, het probleem was dat die hulpverlener, die melding werd al gemaakt voordat de brandweer kwam. En die brandweerman, die was ook nog een bekende van die lui die daar dan waren. Die zei, ja, dit klopt helemaal niet. En die zocht ook de publiciteit. Want hij had zoiets van, ja, straks denken ze nog dat ik het in de wereld heb geholpen. En hij zei van, ja, ten eerste was ik er niet, maar ik kom er elk jaar. En dan stoken ze lekker vuurtje. En na een gegeven moment, dan is het goed. En dan blus ik dat. En dan iedereen is daar ook akkoord mee. En deze keer ook weer. Dus het is... maar goed, dat klinkt heel goed, hè. Dat wil namelijk niemand. Nee. Dat de hulpverleners... Wat was nou personeel. Dat is het mooie stukje. Maar het vuurwerk was illegaal. Oh, ja, okay, maar het is altijd deze tijd van het jaar. Nou, maar tegenwoordig is al het vuurwerk illegaal geworden sinds de coronatijd. Want het was slecht voor de virusverspreiding. Ja. Nee, het was dat mensen dan de neiging kregen om op straat oud en nieuw te gaan vieren. Wat je natuurlijk niet moet willen als er corona is. Dan moet je niet buiten gaan staan. Nee. Nee, maar nu blijft het wel, hoor. Het vuurwerk in sommige gemeentes hebben ze het nu ook echt definitief verboden. Maar hey, dat werkte ook met die corona-gekte niet. En dat gaat ook komend jaar niet werken. Dus ik vind het wel mooi dat soort hopeloze dingen, zoals alcoholverbod of vuurwerkverbod. Dan weet je gewoon dat de wet wordt uitgehold. Ja, maar even om terug te komen op Peter. Van, ik heb toch het angstaanjagende gevoel dat ze dat ook wel weer lekker vinden. Weet je wel? Weet je, aan een beetje tegen islam. En dan heb je die PVV'ers. Die roepen dan al meer blauw op straat. Misschien dat is ook altijd cruciaal. Ja, een deel van de FVD'ers die gaan dan weer hun woede richten op de migratie en zo. En ik denk dat ze dat ook wel lekker vinden. Ik weet niet, ik heb toch iets... Ja, als ze maar mensen in discrediet kunnen brengen en tegen elkaar op kunnen zetten, dan vinden ze het al prima. Ja. Dus, zo werkt het spelletje. Ja, ja. Maar laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Als je het goed vindt. Ja hoor. Nou, gebruik dan maar. Ja. Ja. Ik wou nog wel iets over de LP doen, maar ik weet niet hoe. Je zei nog aan het LP-verhaal. Ja, nee, vertel. Nou ja, kijk, ik dacht ik hou maar een beetje op mijn ouwe hoeren, want ik was zo aan het ouwe hoeren. Ik dacht ik moet maar een beetje inhouden. Maar ik vond bepaalde dingen wel... ten eerste is het zo van... Ik vroeg op een gegeven moment van hoe zit het dan, want we hebben helemaal niks gehoord over belasting is afpersing of zo, dat wordt niet gezegd. En kapitalisme, verheerlijken, dat mag ook niet. En, maar goed, toen Klaas zei van ja, nee, dat hebben we allemaal gedaan. En dan jaag je mensen weg. En toen zei Johan van nou, we hebben volgens mij wel aardig wat stemmen gekregen toen we dat wel uitdroegen. Het zei Rick van, maar we hebben toen geen zetel gehaald. Maar nu heb je dus ook geen zetel gehaald. En nu heb je het niet uitgedragen. En dan denk ik, dan kan je nog beter uitdragen wat je vindt. En dan... ook nog minder stemmen gehaald, hè? Ja, zo weinig. Ook nog een keer. Zo mee. Ja, maar ik denk, weet je wat het raar is? Die belasting is afpersing. Dat is eigenlijk een soort van mic drop moment. Dat is gewoon een absolute waarheid. Dat is gewoon of je het ermee, weet je wel... En dat is die troef ontneem je dan. Want ik bedoel, kijk, mijn hele leven lang hoor ik die collectivisten zeggen van... het moet eerlijker, het moet eerlijker. En Jan Marijnissen die wou het dan het allereerlijkste. Mm-hmm. Nou, betekende gewoon dat de belasting omhoog moest. En hoe meer belasting, hoe eerlijker het werd.
Nou, stel dat ik een socialist ben en ik moet dat verdedigen, dan moet ik mezelf helemaal in Orwelliaanse newspeech gaan. Daar moet ik me van bedienen. Om daar nog een verhaal. Ja, om daar nog een beetje een soort verhaal van te maken. Afpersing is eerlijk. En hoe meer afpersing... Ik vind het libertarisch verhaal... Heel duidelijk. Dat klopt, maar het is gewoon 1+1=2. Het is ook afpersing. Mm. Het is namelijk letterlijk afpersing. Dus waarom kun je dat niet uitdragen? En dan natuurlijk, daar komt een discussie. Maar dan, bedoel, kijk, eigenlijk moeten de socialisten zich aanpassen. Die moeten zeggen van, ja, maar we vinden het wenselijk. Dat kan wel. Wij vinden afpersing wenselijk. Nou, moeten ze maar uitleggen waarom ze dat wenselijk vinden. Een minarchistische socialist. Ja? Een beetje afpersing is goed. Nou ja, Rick legde het uit van... we hebben wel wat afpersing nodig. Want met de leger en politie kunnen we het NAP beschermen. Dat was zijn... Ja, maar volgens mij is Rick right. Wel... hij zegt wel aan... Ik ben zelf wel zuiver op de graad. Maar dit is het standpunt van de LP. Ja, dat klopt. En dat is ook prima. Gewoon hij heeft ook een taak dan. Ja, op een gegeven moment ging het over lockdowns. Toen ging hij zeggen van... als je dan hoest in iemand zijn gezicht, dan kon je het NAP verbreken. En dan denk ik, ja... Hij zei dat sommigen dat zeiden. Ja, maar ik vind dat... Ik vind dat maar goed, toen zei ik van... Ja, maar je kunt helemaal niet aantonen dat je verkouden bent geworden door die hoestbui. En hoeveel schade je daarvan hebt geleden. En toen zei Rick van, ja, maar je hebt ook besmettingsfeestjes. Maar die besmettingsfeestjes, die werken juist anders. Die werken met virusdeeltjes per kubieke meter. En dan ventileer je niet. En dan iedereen, zoveel mogelijk mensen zijn dan ziek. En die virusdeeltjes, die blijven dan in die lucht. Maar zelfs dan weet je nog niet van wie je, snap je? Of dat je überhaupt, want mijn kinderen gingen er wel. Die besmettingsfeestjes. Ja, het zijn ook nog vrijwillig, maar hij gaf aan dat het mogelijk was. En ik vraag me af of het mogelijk is om te bewijzen dat als iemand hoest, dat, weet je, want je kunt zelfs het virus van dieren krijgen. Je kunt gewoon overal... Die zijn ook schuldig dan. Kijk, er was op een gegeven moment... Je kan ook doorgekouwen worden. Ja, je kunt op alle manieren... Kijk, er was op een gegeven moment wel een rechtszaak met een homo die had AIDS. En die wist dat. En die had verzwegen. En die had een andere homo in de reet geneukt. En die kreeg AIDS. Nou, dat is toen nog wel gelukt. Nee, maar dat is tegenwoordig ook weer legaal. Hè? Dat hoef je niet meer te vertellen in Californië. Je hoeft niet meer te zeggen als je AIDS hebt als homo voordat je seks gaat hebben. Ah, oké. Okay. Nou, in Nederland kwam er wel een veroordeling. Want anders kan je hem COVID geven. Dus je mag met je dikke AIDS-lul in die reet porren zolang je mond kan. Nou ja, dan weet ik als ik in Californië kom. Wat je wordt geacht te doen. Nou ja. Ja, nou, wat was ik? Je was van je apropos. Dat was je. Nee, maar ik bedoel, ik vind dat, kijk, weet je, want het ging er namelijk om. Dit was de verdediging van Rick. Nou ja, niet vanwege zichzelf, maar vanwege mensen in zijn partij. Van ja, waarom wappie-haters waren en zo. En waarom ze gewoon niet gingen speechen. Ik vond trouwens het verhaal van, er werd niet gespeeched. Dat was zijn uitleg. Niemand, geen voorzitter, geen vicevoorzitter, geen spokesman is daar het podium op geklommen. Omdat hij zei, ja, je moet natuurlijk wel de aanleg hebben om te kunnen praten. En toen dacht ik van, nou, dat is ook lekker. Dan word je voorzitter, maar je kunt niet praten. Of je hebt niet... Ja, maar die had daar niet de behoefte van. En het doet een beetje denken aan de Amerikaanse LP. Die waren ook met allerlei... Die waren heel druk bezig met BLM. En it is not enough to be against racism. You must be proactively fighting racism. Zoiets. Ten tijde van de COVID-lockdowns. En die Dave Smith die was daar ook zo woest over. Die zei, dit is een schot voor open doel. Het is, dit is het ergste wat je kan hebben als in tyrannieke staten lockdowns. En dan gaan ze daarover zitten zeuren. Dat hallo, was inderdaad mensen. Zo dat... Dat er, het was inderdaad zo dat er geen consensus over was binnen de LP, geloof ik. En inderdaad, dat argument van, ja, als je hoest, dan breek je het non-agressie-principe. Ah, kijk. En ergens is dat natuurlijk, klopt dat ook niet, omdat het butterfly-effect kan je hebben dat een vlinderslag in Japan een orkaan in Californië veroorzaakt of zo. Maar dat betekent dus dat alles is aan alles gekoppeld met oorzaak-gevolg. Elk deeltje, elk atoompje dat beweegt, zit in een oorzaak-gevolgketen dat tot iets anders leidt. Maar dat betekent dus dat... Ik denk dat een hele goede vergelijking is inderdaad, want ten eerste is het niet te bewijzen.
En het argument van die, die besmettingsfeestjes. Nou, die zijn ook al helemaal niet te bewijzen. Ik heb kinderen die er zelf heen zijn gegaan. Je hebt geen idee. Want uiteindelijk hebben ze wel een test gedaan. En die test was positief. En dat wouden ze. Dan konden ze een half jaar hadden ze zo'n vrijbrief. Ja. Ja, je had zelfs zo'n maar die kit, testen, hè? Die testen, die zijn al zo slecht. Dat je gewoon daar al helemaal niks van kan maken. Weet je wel, als een sinaasappel al COVID heeft, dan. Weet je, dus wie zegt dat het komt door die feestjes die ze hebben gedaan? En welk feestje en wie was er op dat feestje? En dat werkt dan ook nog via het principe van niet ventileren en virusdeeltjes in de lucht. Ja. Zoveel mogelijk virusdeeltjes per kubieke meter. Dus iets anders als hoesten. De druppeltheorie. Die ook nog, ook nog helemaal. Het belangrijkste argument dat het vrijwilliger is. Dat mensen dit vrijwilliger. Ik ben blij dat ik weer aan kan sluiten met mijn medisch specialisten. Om de gezondheidsstatus en gezondheidszorg te bespreken. Ja. Dat is mooi. Klaas, we waren even de uitzending van vorige week nog aan het. Verwerken. Ja, ook nog. Ja, maar ik denk inderdaad, als je. Dingen op het accent gelegd. Goed toch, ja. Nog een keer? Nou, wordt weer meteen op Klaas zegt dat op de verkeerde dingen het accent wordt gelegd. Ja, dan gaan we helemaal in dat detail over wanneer je wel. Bla. Ja, maar het dat is wel allemaal. Als je daar niet over eens bent, dan kan ik me voorstellen dat je als voorzitter, als de hele partij met elkaar overhoop ligt en de ene helft die zegt, ja, dat is. Want er waren inderdaad mensen die zeiden. Als jij op een schoolplein staat zonder mondkapje, dan staat dat gelijk aan met een mitrailleur op een schoolplein om je heen schieten. Zo werd dat vergeleken. En ja, als je dat soort mensen erbij zit, dan kan je inderdaad niet op het podium gaan staan en voor de vrijheid gaan roepen. Dat, Daar ging het om. Van, wij kunnen niet ons uitspreken tegen fascisme, tegen avondklok en lockdown. Omdat dat is het hele omdat je inderdaad, als je zonder mondkapje op een schoolplein staat, dan is hetzelfde als een school shooting. Ja. Nou, en dat argument is natuurlijk volstrekt idioot. En Rick probeerde dat op een bepaalde manier ook nog te verdedigen. Ja, als je met de moeder gaat snavelen, dan en je bent zelf besmet. Dan is er sowieso wat met je misdenken. Ja, kijk, maar dan krijg je weer dat de LP altijd heel goed in staat is om zichzelf buiten spel te zetten. Ja, als je LP'ers lang genoeg aan het woord laat, dan kan iedereen voor zichzelf individueel compleet uitsluiten dat ze inderdaad niks met die partij te maken hebben. Kijk, je kan met een interessant thema beginnen en dat je denkt, oh ja, dat, daar zit wel wat in. Maar als je LP'ers maar lang genoeg laat praten, dan gaan ze vanzelf iets banaals roepen waarvan je totaal niet gediend bent. En dat gebeurt in dit soort gevallen ook. Het is absoluut interessant om daar nog in te gaan. Klaas, ik had het op een gegeven moment over van belasting is afpersing. Ja. En toen zei jij van ja, maar dat hebben we vroeger wel geprobeerd. En haken mensen af als je zoiets zegt. Nee, dat zei ik helemaal niet. Nee. Rick. Nee, ik heb gemerkt. Ja, jij zei van als ik zei van ja, kapitalisme, ongebreideld kapitalisme. Dat mag je gewoon best zeggen. En je mag ook zeggen dat belastingafpersing zijn. En toen had je zoiets. Ja, vroeger werd er ook dat soort dingen geroepen. Belasting is diefstal. Nee, ik heb gezegd dat prima is. Kijk, het punt is dat het is goed om als je met een partij politiek succes wil hebben. Zoals sommige mensen in de LP dat willen doen. En niet iedereen is zoals Johan die verknipt zijn stempas. Dan. Dan kun je dat proberen. Dan kun je proberen met een verboden woordenlijst en met allerlei andere gematigde dingen kun je proberen om beter succes te halen. En daar vind ik niks mis mee. Dat is prima om dat te proberen. Maar dat lukt dus niet. Nee. Dus dan, als het dan niet lukt, mijn punt is, dan maakt het niet uit. Dan kun je net zo goed inzetten op belastingsdiefstal. Ja, Dave Smit die zei daarover ook van, ja, als je een redelijke kans hebt om te winnen, dan kan je zeggen van nou, ik doe wat water bij de wijn als het mij de overwinning helpt. Als je geen redelijke kans hebt om te winnen, dan moet je gewoon je principes volledig uitdragen. Want er is toch niks te verliezen dan. Klopt. Nou, en er is niks mis mee om dat te doen op een manier die boeiend is. En dat boeit me. Dat zit me echt super dwars met de LP. Want ook als je zeg maar niet die kant van de gematigdheid en de verboden woordenlijst opgaat, dan kun je nog best wel interessant over die punten praten. En wat je dan krijgt is dat de LP in principe, als je libertarisme uitdraagt, dan ga je er eigenlijk vanuit dat het doel van de overheid is om niks te doen. Die overheid moet weg. Dus op eigenlijk elke vraag wat gaat de LP dan doen, is absoluut niks. Nou, en dat en dat kun je interessanter aankleden. Maar als je dan zeg maar in dat gesprek waarbij je dat interessanter aankleedt en mensen zeggen van ja, daar zit wel wat in, dan als je dan meteen altijd weer die
dat detail op gaat zoeken. Van als iemand heeft gekucht bij jou in het openbaar vervoer. En jij kan aantonen dat je door die persoon. Blablabla, daar moet je gewoon niet aan beginnen. Kijk, misschien ook al heb je 100% gelijk. En ook dat idee dat mensen het wel of niet eens zijn. Kijk, libertarisme gaat niet over dat je het met elkaar eens bent, in mijn ogen. Want ik wil met mijn libertarisme misschien iets heel anders dan jij. Het gaat erom met op welke principes bouw je dat. Dus je bouwt het op bepaalde principes, zodat jij en ik allebei in vrijheid kunnen uiten zoals wij willen leven. Maar dat kan er wel degelijk op uitdraaien dat wij in andere samenlevingscontext gaan wonen en dat we elkaar gewoon de ruimte geven. Dat betekent niet dat we elkaar hoeven te dulden op de vierkante meter. Kan prima op uitdraaien dat de manier waarop iemand anders wil leven, dat dat gewoon niet strookt en dat dat sterk genoeg is dat mensen zeggen van nou, wij in deze omgeving doen we het zo en jullie doen het in die omgeving zo. En dat is, daar is niks mis mee. Dat kan prima. Ja, prima. Ja. Maar ja, als je ja, als ik denk dat je daar dan op. Ik vind dat je gewoon eerst moet discussiëren hoeveel transgenders er op een pin van een needle kunnen dansen. Ja. Als je daarover uit bent, dan kan je pas verder gaan. Ja, maar de belasting is afpesten. Ik zag een keer een discussie tussen Twan Manders en een Tan van de PvdA, die zat in het Europarlement of zo. Oh ja. En Twan Manders die zei dat van, ja, het goed, het is afpersing. En die PvdA, die wou er niet op ingaan. En hij zei het nog een keer en daar wou hij niet op ingaan. En op een gegeven moment zei Twan Manders, nou, ik merk dus aan jou, je wilde er gewoon helemaal niet op in te gaan. Ja. Nou, dan ga ik nu wel even op iets anders in dan, want waarom die dingen van jou niet werken, ga ik dan wel even op in. Ja. Maar het punt is, hij had het dus gewonnen, want eigenlijk had die PvdA had min of meer stilzwijgen toegegeven dat belasting afpersing is. Omdat hij had geen argument om te zeggen dat het geen afpersing was. Jawel, maar daar had geen zin in. En dat is al, dan heb je al een punt. Heb je dus al gewonnen. Dat hij dat gaat verliezen. Ja, hij gaat verliezen omdat het een waarheid daarom is. Daarom wilde hij die discussie en dat niet hebben. Kijk, je hebt bij die PvdA's heb je ruwweg een tweeverdeling die je in veel partijen hebt. Je hebt of mensen die enigszins op de hoogte zijn van de filosofie en die gaan dan op basis van sociaal contract of een of ander oud ding uit het verleden, waar het echt nooit iemand ook maar enigszins heeft geïnteresseerd tijdens het uitbrengen van zijn stem, gaan zich beroepen. Of je hebt mensen die het gewoon absoluut niet weten. Kijk, dat zijn partijen en die kunnen dan ook niks zinnigs erover zeggen. Die mensen die menen dat als jij in een poppenkast één keer in de vier jaar wat stipjes op een papier krijgt, dat jij over van alles over andere mensen mag beslissen en dat dat heel normaal is. En dat is niet zo dat ze daar een filosofische reden hebben of voor hebben dat dat zo werkt. Dat is gewoon als een soort magisch verhaal. Zo van ja, ik heb gezongen en nu heeft Sinterklaas cadeautjes in mijn schoen gedaan. En dat hoef ik verder niet te verklaren, want dat is gewoon hoe het werkt. Nou, en zo een heel groot deel van die mensen in de politiek die gaan niet verder dan dat. Van, mensen hebben een stipje, ja, maar daar is ook een uitstekend argument tegen. Want al mijn vrienden zijn collectivisten en marxisten. Of niet allemaal, maar een groot deel. Ik moet trouwens wel even sporten, dus ik wens jullie een fijne avond. Ja. Ik hoor die woorden van collectivisten, vrienden. Je denkt, oh ja, ik heb ook nog een paar marxistische vrienden. Ik moet echt verder. Oh, jij moet ermee voetballen. Nee. Oké, later. Hoi. Ja, maar kijk, als je dan op het punt komt van ja goed, het is geen afpersing, want we hebben erover gestemd en we zijn het allemaal met elkaar eens, want de meerderheid beslist. Ja, dan kom je altijd natuurlijk weer als 99% beslist dat alle zigeuners dood moeten, dan is dat een ruime meerderheid. Wat? Dan ben je daar ook voor. Ja. Nou, en daar zijn ze dan altijd tegen. Dus het is voor hun, er is niemand die zegt van, als er een democratische meerderheid voor is, dan bestaat misdaad niet meer. Want Holocaust vinden ze bijvoorbeeld ook misdaad. Ondanks dat gewoon dat is een keurig democratisch gekozen politicus uit Duitsland geweest. Die met een heel populair ook. Hè? Ja. Maar dan vinden ze toch Holocaust vinden ze ook niet oké. Ja, ik vind wel dat we dit punt nu dan tot zijn eind hebben gebracht. Want we hebben het al over Hitler. Dus dat was vroeger de regel, de Godwin-regel. Dat was, Godwin. Ik heb zijn naam niet genoemd, hè? Ik had het over een politicus uit Duitsland. Oh, ja, je had het over Hindenburg. Om te vermijden dat zo'n statist weer over Godwin begint. Dat hij denkt dat hij het gewonnen heeft. Oh, Godwin! Okay, nee, ik wil namelijk heel graag daarover doorpraten, maar
Ach ja, dan wordt het toch een beetje gekleurd. Ja, Klaas, jij wil ook wel graag over doorpraten. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja. Ik praat graag, we kunnen maar wel ik praat de... niet graag over alles. Nee, maar ik vind dat... Kijk, het libertarische gedachtegoed is eigenlijk gewoon... ik denk eigenlijk makkelijker te verdedigen dan socialisme. En volgens mij is het makkelijker te verdedigen op de manier die jij noemt, Jan-Marc. Want als jij gaat zeggen van... ja, wij willen de belasting iets lager doen en we willen de lockdown tijd iets vroeger en of later bedoel ik, dan snappen mensen niet van, dat is gewoon een ander smaakje ijs. Ik denk niet dat je daar nou veel stemmen mee wint. Je krijgt pas mensen die de oren gaan spitsen als je inderdaad zegt, wij willen helemaal geen lockdown en helemaal geen belasting. Natuurlijk levert dat een enorme berg vragen op gelijk. Van, ja, maar de wegen worden met belasting betaald, dus dan heb je geen wegen meer. Maar ja, daar... Hoe kan de samenleving functioneren zonder een lockdown? Weet je wat het mooiste is? We zouden ons wel de partij van het zand kunnen noemen. Gewoon, we willen geen wegen meer op het mooie zand hebben liggen. We komen op voor het belang van het zand. Peter, ja. Weet je wat nou het mooiste was geweest? Kijk, bijvoorbeeld... ik heb nieuwsberichten gezien van dat ja, Trump wil iedereen in Amerika dood hebben, want die wil die lockdowns niet. Ja. En je had dan bijvoorbeeld die niet genuanceerd. Die van South Dakota, dat die vrouw die... Ja, die deed ook redelijk. Die was ook wel redelijk. Tomme, hoe heet ze ook alweer? Christy Noem. Zij was de enige die vanaf... Die heeft nooit een lockdown gehad. Zij zei, ja, maar de mensen hier in onze staat... die zijn gewoon volwassen. Die kunnen zelf beslissingen maken. Mm. Nou, die werd dus... ja, je bent een massamoordenaar... en jij wil iedereen doodmaken in jouw staat. Nou, dat is perfect. toen Libertarische Partij dus... eigenlijk als enige partij tegen de lockdowns was... want dat konden ze niet anders... want anders ben je geen fucking Libertarische Partij... Dan als ze toen waren opgetreden. Want Rick zei, ja, de volgende keer gaan we het wel doen. Ja, dikke lul, komt nooit meer zo'n kans. Maar dan hadden ze misschien ook gezegd... Van, ja, jullie willen iedereen dood hebben. En jullie willen miljoenen doden hebben. Nou, en als die miljoenen doden dan niet komen... want die komen dus niet... ja, dan kun je een lange neus... Nee, maar dan beginnen ze een oorlog over de Oekraïne eroverheen. En dan komt er altijd wel weer wat anders. Of Kanye West, die zegt iets. Of... Trump's die zijn bekend geworden en hij is toch... Ja, je hebt wel gelijk, ze doen het toch wel weer buigen. Daar komt mijn punt, hè. Mijn nummer één punt is, gedachtecontrole is niet wat je moet denken, maar waarover je mag denken. Dat is precies wat jij nu zegt. Er wordt goed voorgekauwd waarover je bezig moet zijn. En wat je er precies over denkt is totaal irrelevant. Het is wel zelfs gewenst als je het een beetje met elkaar oneens bent. Zodat je mooi kan polariseren en elkaar mooi bezig kan houden. En wat volgens mij het punt is met de Jan-Marc-strategie. Dat je zegt, belasting is diefstal. Dan verzuil je meestal in uitleggen. De overheid doet nu 26.000 dingen in onze samenleving. We beginnen bij punt 1. Hoe ga jij dat doen zonder belasting? En dan ga je naar punt 2 en punt 3. En bij alles enorm. En dan verzand je ook. Kom je ook. Je hoeft het niet allemaal uit te leggen. Het is natuurlijk onzin dat je dat per se allemaal uit zou moeten kunnen leggen. Hoe je raketten lanceert zonder de NASA of zo. Ja, misschien niet. Misschien zijn er een paar rijke lui die dat financieren. Maar dat maakt verder niet uit. Maar als je in al die details verzeild raakt van hoe zorg jij dan voor een sociaal vangnet, hoe zorg jij dan kan je daar ook eindeloos in verzeild raken en niet verder komen. Maar ik denk nog steeds dat de principiële aanval de beste is, hoor. Maar daar moet je wel op verdacht zijn dat die tegenbeweging die komt dan van, ja, maar dan heb je dit niet, heb je dat niet, heb je zus niet, heb je zo niet. Vroeger had je ook pacifisten, hè? Je had pacifisten, je had de pacifistische partij. En dan krijg je natuurlijk het andere argument. Kijk, non-agressieprincipe is, dan mag je verdedigen. Maar pacifisten, die doen geen kut. Nou, dan ben je gewoon schietschijf. En dan was het argument van, ja, maar hoe verdedigen wij ons dan? Ja, dikke lul, blijven toch pacifistisch. En dan zijn er toch nog mensen die daar dus op stemmen. Ja. Want die hebben zoiets van, ja, die vinden dat zo'n sterk principe dat ze daarop stemmen. Dan zou je eigenlijk, en eigenlijk is het libertarische principe nog gematigder dan een pacifistische principe. Dat snap ik niet. Hoe kan een pacifist nog stemmen? Ja, dat hebben ze gedaan. Ze hebben op de pacifistische partij gestemd. Ja, maar stemmen is een daad van agressie.
Dus hoe kan je nou een pacifist zijn en toch stemmen? Dat klopt niet. Dat is heel raar. Ik neem aan dat de echte pacifisten niet stemmen. Ik denk niet als je op de pacifistische partij stemt. Dat weet ik niet. Want als jij pacifistische partij stemt, als jij op een anarcho-kapitalistische partij zou stemmen, die dan alles wil afschaffen op het moment dat ze de macht hebben, ja, dan is dat niet een daad van agressie. Ja, wel degelijk. Je, waarom? Nou, kijk, de echte stem, en dat is ook wat Johan doet, is dat je niet meedoet. Je erkent niet dat spel. Door eraan mee te doen, valideer je zeg maar de rechtmatigheid. Zo gaat het ook voor de rechter. Ja, kijk, dat is niet waar. Dat zit in jouw hoofd. Nee, je kunt activisme binnen en buiten het systeem. Jij wilt alleen maar buiten het systeem. Als jij geschoten wordt en je pakt een pistool om terug te schieten, dan is het niet dat jij meedoet aan de agressie of zo. Dat je valideert het systeem of zo. Je probeert gewoon jezelf te verdedigen. Ja, juist wel. Dan doe je wel mee aan de agressie. Je hebt een goede reden ervoor, maar je doet wel degelijk mee aan de agressie. Nee, agressie is als je als eerste geweld gebruikt. Ik wil wel even meegaan in dat ding. Kijk, als je libertariër bent, dan ben je helemaal niet tegen agressie. Je vindt gewoon dat je jezelf mag verdedigen. Nee, maar je bent dan tegen agressie. Ik vind dat je jezelf binnen en buiten het systeem mag verdedigen. Als eerste geweld gebruikt. Dat is agressie. Maar niet als je zelfverdediging is, geen agressie. Moet je geen agressie. Nee, maar hij heeft het over pacifisme. Nee, dan ben je Je ziet het bijvoorbeeld bij mensen die hun merk willen beschermen. Wat je dan krijgt, is dat ze bij elk misbruik van dat merk gaan ze daar een gerechtelijk iets van maken. Ze sturen eerst dat je moet stoppen. Ze gaan brieven sturen en ze gaan je uiteindelijk voor de rechter slepen. En dat heeft ermee te maken dat op het moment dat het echt belangrijk is. Ja, dus dat als een of andere Piet Lul, die gebruikt jouw merk. Nee, die moet ook worden gestopt. Want het gaat erom, op dat moment dat het echt belangrijk is en jouw merk wordt echt aangevallen door een grote partij die ook iets heeft. Ja, en die gaat dan zeggen van, ja, kijk, die 10 keer eerder heb jij nooit je merk beschermd. Nee, we hebben hier een voorbeeld. Je wist het, maar je hebt niet je merk beschermd. Daar, je wist het, je hebt niet de merk. Dus dan word je, ja, maar dat heb je wel gedaan. Nou, dan is dat weegt wel mee. Een rechter houdt er rekening mee. En ik denk niet dat dat een corruptie is. Ik denk dat dat redelijk is. En in die zin is het ook redelijk dat als je altijd maar meedoet aan verkiezingen, dat je in zekere zin draag je bij aan de legitimiteit daarvan. En ik ben van mening, als jij niet vindt dat er een overheid moet zijn, dan kan je ook niet stemmen. Dus ik denk dat Johan wat dat betreft gelijk heeft door niet te stemmen. Dat betekent niet dat ik het zelf persoonlijk geweldig vind. Ik vind het geweldig om mee te doen aan verkiezingen. Maar als je er principieel over wil doen, denk ik dat je niet mee kan doen aan... Ja, maar dan moet je aan mij dat maar eens uitleggen wat Peter zegt. Want Peter zegt, kijk, die zegt gewoon van... als jij tegen mensen bent die wapens gebruiken om hun dingen te regelen. Nee, dat snap maar, ik wel. Maar je hebt zelf een wapen om te voorkomen dat je beroofd wordt. Dan zeg je van, ja, maar dat is niet principieel. Klopt, nee, maar dat is precies wat je zegt. Ik heb mijn stem gebruikt om mezelf te verdedigen. Maar volgens de spelregels van het spel waar ik aan mee heb gedaan, heb ik verloren. Dus moet ik het eens zijn met de uitkomst van dat spel. Nee, helemaal niet. Wat is dat? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat zit in jouw hoofd. Dat is hun spelregel. Maar dat is jouw spelregel. Ja. Dat is mijn spelregel. Nee, als jij... Mijn spelregel is dat ik scheid aan die lui heb. Maar ik kan ook stemmen. En dan nog scheid aan die lui hebben. Het gaat ook aan de uitkomst. Nee, dan verliest, want ik ga niet mee in dat spelletje. Als je verliest in een pistool opvecht, dan is het ook niet. Ik ga erop in. Jij misbruikt die pistoolvergelijking doordat beide mensen hetzelfde gebruiken. Maar als één iemand zijn pistool gebruikt en jij weet op een of andere manier die andere persoon met een vork uit te schakelen, dan heb je niet een pistool gebruikt, maar je hebt toch jezelf verdedigd. En dat is het punt. Kijk, bij dat stemmen... En mag je ook met een pistool verdedigen? Ja, je mag ook met een pistool verdedigen. En ook als je dan verliest, dan wil het niet zeggen dat je dan het systeem gelegitimeerd hebt. Als jij... En hoef je ook niet aan de uitkomst te houden. Nee, want als je dan een avondklok komt, dan hou ik me niet aan die avondklok. Nee, want je kan op heel veel manieren kan je kenbaar maken dat je het niet eens bent met dat stemmen. En je kunt je daar heel veel... Ja, maar ook met door middel van te stemmen kan het ook. Je kunt het namelijk allemaal tegelijk doen. Klopt. Nee, dat is het mooie eraan. Je zit echt een wezenlijk verschil. Als jij wil met een meerderheid van stemmen een verandering te brengen, dan stem jij in met dat spel zo gaat. Dus... Nee, dat zit in jouw hoofd. Dat is helemaal niet waar. Ik kan gewoon stemmen en gewoon scheid hebben aan de uitkomst. Maar als je bijvoorbeeld naar New Hampshire kijkt... Dat kan wel, maar je zei zelf de zin van... Als ik op een anarcho-kapitalistische partij stem... zodat als die de meerderheid heeft, dat die dan kan afstrappen. Nee, dan wil je precies dat. Je wil dat systeem gebruiken. Je zegt niet van...
Nee, die andere mensen die kunnen dan ook. Nee, die andere mensen kunnen dan ook scheid hebben aan die meerderheid. Niet, aan, stel, nee. Stel er bestaat een anarchistische, anarcho-kapitalistische partij. En die haalt 76 zetels. Ja? En die zegt, nou mooi, nu is het allemaal afgelopen. Er is geen belasting meer, geen ambtenaren meer, helemaal niks meer. Hij de, maar dan, dan kan, de Eerste Kamer. Dan kan die minderheid. Nee, oké, okay, maar goed, stel voor. Dan kan die minderheid. Die minderheid die kan daar ook scheid aan hebben. Die kan gewoon scheid aan hebben. Die kan ook zeggen, ja, fuck it, maakt maar niet uit dat er een meerderheid is van de Libertarische Partij of van nee, dat is waar, maar dat is niet en dat is ook voor mij ook zo. Ja, klopt. Maar je doet mee aan het spel. Als jij je wil verdedigen tegen dat systeem van het stemmen. Je moet ook meedoen aan het spel. Ik ben er ook heel erg voor. Bijvoorbeeld, je had dat boek van die Sol, hoe heet die ook alweer? Solalinsky. Solalinsky. Dat is alleen maar meedoen aan het spel. Van dat je gewoon... Dat je het systeem gebruikt om gewoon overal invloed te krijgen. Gewoon, maakt niet uit bij wat voor organisatie dan ook. Dus je pakt alle organisaties die zijn. En op die manier probeer je zin te... Twee dingen. Maar dat doen ze in New Hampshire ook, bij de Free State Project. Ik vind het ook zelf persoonlijk geweldig om mee te doen. Dus mijn argument is niet dat je het niet mag doen of niet zou moeten doen. Ik vind gewoon dat... Maar je legitimeert er helemaal geen reet mee. Je erkent dat er iets is. Je erkent gewoon, het is er. Ja. Er is een Nederland, er is een Amsterdam wat de hoofdstad is. Er is een Den Haag. Er zijn verkiezingen. Je erkent gewoon dat het bestaat. Maar verder niks. Het is er gewoon. Maar ook als je het niet erkent dat het bestaat. Dat je vingers in je oren doet en tralala. Dan is het er nog steeds. Nee, gewoon, als jouw punt is van... Ik ga stemmen op een partij, zodat hij volgens de spelregels kan zeggen... we schaffen dit hele circus af. Maar dat is in jouw beleving niet, ik doe mee aan het spel. Nou, prima. Dan zie je dat zo. Daar kan ik prima mee leven, dat je dat zo ziet. Ja, maar ik zie daar een fundamenteel verschil in... met dat je wel of niet eraan meedoet. Ik denk als je principieel bent, dat je er een hele goede reden is... om dan juist niet eraan mee te doen. En als je dat tegen... Wat is mijn principe, Klaas? Mijn principe, Klaas, is dat ik het kapot wil. Ja. Op alle manieren mogelijk. Juist, dus ook door mee te doen. Op alle manieren mogelijk. Dus mijn principe is helemaal niet dat ik niet naar de stembus ga. Dit principe heb ik helemaal niet. Ik wil hem gewoon van binnen en van buiten kapot maken. En elke mogelijkheid die er is om het in de goede richting te douwen, gebruik ik. Ja, zelf. En dan maakt we maar kunnen geen ook met z'n allen bij Johan Fleming stemmen. Zelfs meer overheid. Ja, dan maakt hij uit. Wat maar helpt. Wat maar iets helpt. Ja, maar dat is eigenlijk wat je zegt. Meer overheid is een prima weg naar minder overheid. Nou, dat... Nee, dat feit dat ik niet stem is niet een weg naar meer overheid. Dat is niet zo. Als ik op de Libertarische Partij stem, dan help ik niet aan meer overheid. Dat is meestal het resultaat van een stemronde. Na een stemronde is er nog meer overheid. Nog meer, mandaat wordt nog meer gedaan. Ja, maar dat is niet... Dan zou het kunnen betekenen dat 100% op de LP stemt... en dat er dan meer overheid komt. Nou, dat is niet zo. Nee, in dat geval dat gaat niet gebeuren. Dat zou je hopen, en ja. Ik ben degene... Ik kan niet bepalen dat 100% op de LP stemt... maar ik kan wel bepalen dat ik erop stem. Laten we ermee opbouwen, jongens. Want het wordt... Ja. Het wordt, denk ik... We hebben nog berichten en zo. Daar hoef ook nergens volgende week kunnen we hier verder over praten. In ieder geval, we hebben nog een soort berichten. En trouwens, Peter, je klinkt trouwens alsof je op het toilet zit. Oh, shit. Jij pakt weer de onboard microfoon. Even doortrekken. Inderdaad. Laten we even naar de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuld mee te gaan. We zijn niet eens begonnen. We zijn nog niet eens begonnen. Het is al 9 uur. Nou, laten we snel erheen in je jassen. Olie staat op 71. Volgens mij is ietsje omhoog gegaan. Of omlaag. Nee, ja, grafiek is omlaag gegaan. Ja. 71,88. Dit ondanks dat de hele strategic petroleum reserve van de VS wordt leeggezogen. Ja, dit zal waarschijnlijk goud zijn. Die staat op net niet op 1800. Okay. Ja, staat er net een paar cent onder. Maar staat hij op 1800 geloof ik. Maar ja, het is een beetje omhoog gegaan. 18,2 staat hij bij mij zelf. Misschien moet ik even verse drukken. Ik heb een tijdje. Het is vandaag bekend geworden dat China de geheime goudkoper was. Er was een grote goudkoper. Okay. Dat blijkt China te zijn. En dat is inderdaad. Er is speculatie over.
dat als het Westen de olieprijs gaat cappen op $60 per vat, dat Rusland dan zou kunnen zeggen, oh, dan cappen wij olie aan een gram goud per vat. En dan krijg je een soort arbitrage, waarbij de goudprijs gaat verdubbelen eigenlijk in dollars. Er wordt een beetje over gespeculeerd dat ze dat genoeg. Ik weet niet of het geval is, maar het is natuurlijk wel zo dat die landen zoals China, die voelen de buil al hangen na die Russische confiscatie van al die tegoeden. En die zijn kennelijk druk bezig om hun goud in te ruilen, of hun dollarreserves in te ruilen voor goud. Welke Russische confiscatie heb je het over? Nou, toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Toen, de middelen van Rusland werden geconfiskeerd. Zijn al hun international reserves bevroren. Ja, ik dacht even dat Rusland richting China iets had geconfiskeerd. Ik denk, nou, dat is nieuws voor mij. Nee. Nee, ik snap het. Ja. Zal ook wel niet gebeuren. Nee, het is nou alleen dat landen als India. Want India die handelt nog steeds met China in olie. Dat die ook denken van ja, misschien is dat morgen een brug te ver en dan worden onze reserves ook bevroren. Dus er zitten natuurlijk een hoop anti-westerse landen die denken van niet zo handig die dollarreserves. Wat heb ik nog als alternatief? Ja. Ja, ik vroeg me af, Johan, jij bent een wijnkenner. Kan het ook dat wijn de volgende dag lekker kan zijn? Lekkerder kan zijn? Niet met Chardonnay van 4 euro per glas. Kan ook een combinatie zijn met eten. Eten maar kan ook heel erg de smaak gezelschap. Ook als het gezelschap heel goed is, dan smaakt de wijn beter vaak. Oké. Okay. Maar kijk, je had een Chardonnay. Die smaken we goed bijvoorbeeld bij zalm. Maar dan moet je... Ja, het is, hangt vanaf met wat je gegeten hebt. Ik heb kip gehad. Kan ook, hè? Smaakt Chardonnay ook wel goed bij, ja. Maar het kan ook gezelschap wit zijn. Vlees, ik denk dat dat een reden is dat jouw wijntje goed smaakt. Ja, ik heb een... dit is een hele ingewikkelde Italiaanse naam. Valde... Hij komt ook uit Verona. Valde Rossello of zoiets. Ik weet het niet meer. Ik had de aflevering vorige week bekeken. Als we daar nog bij zaten. En daar zat ook de vraag bij van wat doet dit bericht erbij? Dat was een bericht erbij. Dat was een bericht over een Engelse generaal die klaagde erover. Van, we hebben zo. Dus het kleinste leger in 200 jaar. En we hebben alleen maar genoeg om een beetje thuis rond te doedelen. En mijn opmerking daarover was van. Wacht eens even, was dat niet de bedoeling van een leger? Maar eigenlijk zegt hij van, we kunnen niet eens naar Afghanistan bezetten met dit geld. Ja, het heet toch ook defensie? Ja. Alhoewel, in België, kijk, bij ons heb je de minister van defensie. België is nog steeds minister maar van oorlog. In België heet de minister van oorlog. Heet, die zijn nog niet meegeraden. Dus daar is het leger dan weer niet voor geoccupeerd, inderdaad. Dan, als je echt actief bent. Ze hebben wel een agressievere benadering van dat ministerschap, zeg maar. Ja. Meer als het, ja. Valpolicella. Ja. Dat heet die wijn. Dat is de druif van de. En waar heb je die vandaan? Gallegal gewoon. Dus niet, dat je gesponsord werd, Johan. Ja, ja. Het is eigenlijk jammer dat we... weet je trouwens dat Herman Brussemans, die schrijver, ken je wel, denk ik, Belg. Ja, met lange haar. Die liet altijd zijn personages, Stella Artois drinken, geloof ik. Ja. En toen op een gegeven moment ging hij naar een brief schrijven naar Stella Artois. Zeg van, ja, moet je nou eens luisteren. Ik heb 80 boeken geschreven waar de hele tijd aan één stuk doorgesopen wordt. En mijn personages drinken allemaal Stella Artois. Kan ik dan ook wat geld voor krijgen? En toen zeiden ze van nee. En nu drinken ze allemaal een ander biermerk. Gaaf. Allemaal Jupiler. Ja, dat is ook van InBev. En drinken ze allemaal Jupiler, ja. Geweldig. Dus dat kunnen wij misschien ook doen. Van de, luister, we zitten in een heel populair programma. Nee, radio. Andersom. Er kijken een miljoen mensen naar per aflevering. En wij drinken allemaal... wat drinken wij allemaal?
Gewoon andersom. Wij zijn een stel libertariërs en we zeggen allemaal hele incorrecte dingen. En als je niet wat gratis flesjes stuurt, dan gaan we jouw merk met ons associëren. Gewoon dreigen. Ja, dus we kunnen ook Mitra zeggen, dat we het bij de Mitra hebben. Maar precies, ja. Hé, hey, dan nog iemand erbij. Oh, Flappengas. Ik mis de FD, mis ik. Ja. FD. Nee. Naast Peter bedoel ik. Oh nog één. Dat krijgen we dan. Oh, nou, die wordt nou op de grond gezet. Nou ja. De jeugd. De jonge anarchiste. Ja. Maar goed, ja, we gaan even naar DXY. En FD, LP eigenlijk wel een jeugdbeweging? Ja, jonge libertariërs. Ja. Oké. Okay. Waar? Ja. Nou, dat is echt waar, wat ja. Leuk. Ja. Maar we gaan even naar de DXY toe. Die staat op 105.10 en gaat omlaag. En dan wordt altijd gezegd van nou, als de DXY omlaag gaat, gaan de assets omhoog. Maar Bitcoin zie ik nog steeds niet omhoog gaan. Ja, maar dat is nog veel te veel negatief. Aandelenmarkten gaan ook niet omhoog. Nee. Dus, ja, er zit toch nog wel een hoop slecht nieuws in de pijplijn. Maar... kan nog zijn dat... Ik denk dat heel veel mensen van die... mensen in die markten, ja, die zijn analisten en die denken van ja, dit is alleen maar een daling van dat de DXY die hurkt om weer te kunnen gaan springen, weet je wel. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ze kijken naar een andere trendlijn en dan gaan ze weer omhoog, weet je wel. Er is een springverwachting. Ja. Kerstrally. Santa Claus rally wordt dat genoemd, geloof ik. Maar we gaan even naar de berichten toe. En we beginnen met FTX. En God, hoe heet die nou? Die Sam Bankman-Fried. FTX, ja. Ja, want die hebben een advocaat in de arm genomen. En deze is deze keer niet iemand van O.J. Simpson, maar... Nee, deze keer is het de advocaat van Ghislaine Maxwell. Ja. Ja, ik vind dat... Als je die ermee weg kan laten komen, dan ben je een topadvocaat. Ja, ja. Dan ben je een topje gekocht. Dat is de O.J. Simpson van deze tijd. Hè? Ja. Ja. Werd dat ook een beroemdheid, die advocaat van O.J. Simpson? Ja. Die handschoen die ging niet makkelijk aan, hè? Die kreeg je moeilijk aan, die handschoen. Ging die ook laten demonstreren. Ontzettend moeilijk. Shit, man. Het lukt aan zo. Man, het is moeilijk. Maar hij werd wel civiel, veroordeeld, hè? Ja. Toen moest hij een hoop schade. Dat is dan weer makkelijker of zo, om iemand civiel te veroordelen. Dus hij is alleen strafrechtelijk vrijgesproken. Yeah. O.J. Simpson. Ja, civiel kan je tegenwoordig een boete krijgen van $1 trillion of zo. Hè? Dan, ik vond het ook wel mooi van hij vluchtte dan voor de politie. En dan zeiden ze, ja, waarom vlucht hij dan voor de politie? Als je onschuldig bent. Weet je, want er hingen 2 of 3 helikopters boven hem. En een pershelikopter. En 8 politieauto's. Het was echt heel serieus. Ja, ik was een beetje in paniek. Nou, dat was hij dan wel. Het is wel begrijpelijk. Tegenwoordig in de tijd van Black Lives Matter is het geen enkel probleem meer om dan te zeggen van... ik was gewoon bang dat ik doodgeschoten zou worden. Hands up, don't shoot. Precies, inderdaad. In de jaren 90 zei van ja, wat gebeurd is met de Rodney King kan mij ook gebeuren, weet je wel. Ja. Zijn hij was dat, toch een bokser? Nee, dat had hij kunnen zeggen. Hij zei, ik had toevallig nummer Hurricane aan en ik ben ook een bokser en Ik vond het ook zo mooi, ik heb een keer zo'n stadsraadlid gezien, ik weet niet van Detroit, maar even van zo'n hele linkse stad. Mm-hmm. En die was heel erg voor Black Lives Matter en over defund the police. En die kreeg toen de vraag van, stel dan als er geen politie meer is en er wordt dan bij jou ingebroken en dan komt een verkrachter binnen en die wil jou verkrachten en zo. En wie moet zij dan bellen dan, want er is geen politie meer. En toen zei ze van ja, die hele gedachte van jou, die is heel racistisch. Want, want het punt is namelijk van ja, zo'n blanke die kan dan lekker de politie bellen als ze verkracht wordt of dreigt verkracht te worden.
Maar er zijn ook mensen met een andere huidskleur. Ja, die kunnen die politie niet bellen. Want die denken dat het dan nog veel slechter met me gaat aflopen. En die nemen dat risico dan niet. Dus, Ja, er was ook zo'n, wat was het nou, zo'n Australische dame. Dat was een blanke dame. Die belde ook de politie omdat er iets van een mentale probleem was. Die liep haar huis uit in de pyjama. Die werd gelijk neergemaaid ook. Dus kan dus iedereen... Ja, het is net zoals met die knie in je nek. Er is ook een blanke gast die drie knieën in zijn nek kreeg. En overleed terwijl die om zijn moeder schreeuwde. Dus dat is... Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, ja. Maar dat is dan dezelfde stadsraadlid die wil dat je geen wapen mag hebben. Dus zo'n meisje mag zich ook niet verdedigen tegen zo'n verkrachter. Maar ze wou ook niet, want dan zou je denken van oké, nou ja, goed. Dan wil ze het geld teruggeven aan de burger. Maar dat wou ze ook niet. Dat moest dan naar sociaal werkers. Dus dan word je verkracht. Dan kan je een sociaal werker bellen voor trauma. En je kan een gratis abortus. Zo. Dus dat dan wel. Maar goed. En gratis tampons. Dat is het volgende bericht. Oh. Ja. Maar maak een mooi bruggetje. Dit is een mooi bruggetje om te laten lopen. Ja. Maar maak je zin maar even af, Jan-Marc. Volgens mij wilde je nog iets zeggen. Ik moet Peter hier voor bedanken voor die opmerking. Want we hadden het in de vooruitzending hier al over. Van, ik zei van, nou ja, die, ik heb ook geen gewoon... ik heb ook een laag inkomen. Dus ik kan tampons en maandverband bij de vleet krijgen. Ja, volgens Peter moet ik me dan identificeren als vrouw. Maar dat schijnt tegenwoordig helemaal geen probleem mee te zijn. Maar Peter had het de goede tip voor me om mijn plafond ermee te isoleren. Met spouwmuren ermee vol te touwen. En daar kon je nog subsidie voor krijgen ook, hè? Want dan ben je milieuvriendelijk bezig. En bovenop subsidie. Je redt de planeet. Omdat ik duurzaam bezig ben. Maar wat is dit voor gekkigheid? In Nederland is dit. Ja, maar het is al in meerdere landen gebeurd, hè? Dit idee. Ja. Dat betekent gewoon dat de andere mensen, zeg maar, mensen die iets boven het minimuminkomen zitten, die moeten dan eigenlijk al gaan betalen voor jouw gratis tampons. Dus, Als je een gratis abortus kan krijgen, dan blijf je maar ongesteld worden. Dan moet er ook gratis tampons tegenover staan. Maar heel veel mensen die zo'n prikje hebben gehad, die menstrueren toch niet meer? Nee, die moeten een spouwmuur ermee vonden. Enorm veel bloeden, hè, als je dat... Oh, juist zo. Nou, ik dacht dat de meiden die dan zo'n prikkie hadden gehad, zo'n COVID-prikkie, die hadden dan geen menstruatie meer. Ik dacht juist heel... Of onregelmatig. Ja, onregelmatig, ja, maar. Oké. Nou, ik ken er een aantal, dat weet ik dan weer, vriendinnetjes van, die gewoon 6 maanden niet ongesteld zijn geworden. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Ja. Er waren er een hele hoop. En die wisten ook wel dat het een bijwerking was, trouwens. Dus die dachten wel van fuck it the fuck. En het grappige was... Die dachten nou niks aan de hand, want het is het prikkie. Nou, het grappige was dat er eentje die heeft nog vakantie gevierd. Want het ging om vakantie. Kunnen we gezellig als gezin op vakantie. Neem dan maar lekker zo'n prikje. En eentje die zat in dezelfde stad... Op vakantie. Ik kwam daaraan met 4 ongeprikte, ongeteste, allemaal wat. Alsof je op een schoolplein met een mitrailleur staat, was het gewoon. 4 mitrailleurs. Nou ja. Het gaat overigens verspreid worden via de voedselbank, zou dat geregeld kunnen worden. Dus ja. Oké. Als zij gebruikte. Gerecyclede tampons. Dat zijn over de datum. Kan dat ook over de datum bij dat soort producten? Zit er een datum op? Okay. Overal, zelfs op flesjes mineraalwater. Hè? Het kabinet gaat kijken of ze de rekening kan betalen uit het Europees Sociaal Fonds. Maar daar worden lopen. En wij zijn netto betaler van het Europese Fonds. Dus wij betalen de maandverband, de tampons voor heel Europa.
Dus ook voor de Polen en voor de fuckers. Iedereen is 100 miljoen instopt. Kijk, er zijn een paar. Dat is waar, iedereen, maar de ene is nog meer net te betalen dan de andere. Om ja, er zijn wat individuen die flink wat in de zak kunnen steken. En die lekker kunnen schrijven op projecten. En dat kunnen cashen. Maar iedereen is gewoon net te betalen. En maar krijg je dan ook zo'n Europees vlaggetje dan op die tampon? Ja. Want dat hebben die nee, maar je hebt die fietspaden, die fietspaden hier in Friesland. Ik kan gewoon geen fucking fietspad meer op. Of er staat zo'n, dit fietspad is u aangeboden door de Europese Unie. Ja. Weet je wel? Want anders hadden wij in Nederland geen fietspaden gehad. Hè? Dat snap je ook euro wel. Euro erop, hè? Dat helemaal door met bloed er lopen euro hebben. Nee, gewoon zo'n ring met sterretje voorbij je sterretje. Ja. Het is ook mooi dat ik heb het idee dat die lui in Den Haag dan ook denken van ja, we stoppen er 100 miljoen in, maar als we 200 miljoen euro terug kunnen krijgen, dat is dan gratis. Dat is gewoon gratis. Ja. Er gewoon gratis uit Brussel, tampons. Dat is wel bestuurders. Maar ik vraag me dat ook af, weet je wel, van hoe dat gaat in de hoofden van mensen. Want kijk, en je hebt dan die klassieke uitspraak van who will build the roads? Hè? Dat er geen wegen zouden zijn zonder de overheid. Ja. Nou, in Amerika heb je al dingen die niet geregeld zijn door de overheid, gezondheidszorg. Maar in Nederland zou je zeggen van, ja, maar hoe hebben we dan gezondheidszorg? En hoe hebben we dan school? Hè? Want in Amerika heb je ook nog privaat onderwijs. Maar nu, dan de volgende generatie zegt van, ja, maar zonder overheid. Hoe kom je dan aan tampons? Hoe kom ik dan aan tampons? Ja. Dat was toch in de DDR, was dat ook? Dan had je de schoenen. Van wil jij dat we dan allemaal maar bloed op straat gaan met je libertarische ideeën? Dat we allemaal maar een spoor van bloed over de winkels. Ik ben wel blij dat het hierop uitkomt. Eerst, ik dacht even, dit is wel heel zwak, maar dit maakt het wel heel sterk inderdaad. Ja, dat was in Oost-Europa of in DDR was het zo, dat de overheid die maakte dan schoenen en dan kom Communistische Partij. Dat werd ook schoenen maken werd ook. En dan werd er ook gezegd, ja, als de Communistische Partij wil afschaffen, ja, maar dan hebben we geen schoenen meer. Dus dan wil je dan dat we met blote voeten over straat lopen. En ze kunnen, je kan je gewoon na een aantal jaar kan je niet meer voorstellen dat de vrije markt schoenen kan maken. Ja. En beter dat dan... heb je ook met de schoolontbijt wat ze willen. Van dat is, hebben we toen ook over gehad. Van dat schoolontbijt willen ze er doordouwen. En dan ga je krijgen dat als je op een gegeven moment tegen schoolontbijt bent. Oh, jij wil zeker dat kinderen honger hebben. Ja. Jij wil zeker kinderen dood hebben. Kinderdoodmaker. En dan krijg je, dat krijg je dan om je oren geslingerd, weet je wel. Nou, het is gelukkig maken we nog auto's in de redelijk vrije markt. Je mag zelf nog een fabrikant kiezen. Al die auto's lijken wel allemaal op elkaar. Tegenwoordig allemaal hetzelfde. Fabrikant uiteindelijk van dezelfde onderdelen. Maar dat vind ik altijd verpand. Want als ik zag... Dat is een mooi bruggetje naar het volgende. Nee, ik wil dit bruggetje nog wel even afmaken in deze context. Als ik 's ochtends naar mijn werk ga, dan zit ik soms op de linker, soms de rechter strook. En in beide stroken zijn we helemaal vol met auto's. En dat, zo is het nou eenmaal als je Friesland uitrijdt. Op sommige plekken in het land heb je misschien meer dan 2 stroken. En dat vind ik dan heel grappig, dat argument van die weg. Want kijk, die weg die is gewoon compleet bezaaid met apparatuur, auto's. En die zitten chockvol allemaal ingewikkelde apparatuur. En dat zeg maar gewoon uit zichzelf kan worden gerealiseerd zonder tussenkomst van de overheid. Dat is zeg maar prima. Maar dat platte stuk waar we op staan met die auto, dat moet de overheid beslist doen. Dat is iets, dat kan niet. Dat is ook zo'n libertarische meme van wat zand met een plak teer erop. Dat is zo hoog technisch, dat kan alleen de overheid maar doen. Ja, dan zou ik nog kunnen... Het is zeker niet het technisch en het is zeker niet de uitvoer. Want op zich zou het ook overduidelijk moeten zijn dat politici... Bedrijven niet, dit al doen. Bedrijven bouwen al wegen. Bedrijven laten het uitvoeren. Door een BAM is niet van de overheid. Dan is misschien het argument van als er geen overheid is om dat, dan, om dat plan te benoemen, dat daar die strook komt... Dan komen mensen nooit tot overeenstemming om dat goed te keuren. Ja, dus als al die mensen die al die grond zitten daartussenin, dan die komen nooit tot overeenstemming dat die weg gebouwd mag worden. Ja, maar mensen kennen Frankrijk toch in Nederland? Ja. Iedereen is wel eens... Nou ja, dan de weg naar Parijs is privaat, hè? Als je naar Parijs rijdt, dan rij je over een privaat weg. Tolweg. Ja, een tolweg, ja. Van een privaat bedrijf.
Maar in Nederland kent heel veel, dat stond ik verbaasd van hoeveel kilometers. Private weg. Gewoon duizenden kilometers private weg in Nederland. In gemiddeld industrieterrein is vaak al een private wegen. Ik noem altijd het voorbeeld van de supermarkt. In de supermarkt, de gangpaden zijn ook wegen. Ja, precies. En, ja. en de middenberm in een winkelcentrum of zo. En dat is allemaal heel netjes onderhouden. Het is zelfs gratis. Ze willen graag dat je daar naartoe komt. Dus dat kan al heel goed. Het rare is altijd dat men dan denkt dat er ergens een woonwijk gebouwd gaat worden. Zonder wegen. Mm-hmm. Zonder dat er wegen zijn. Dus dan gaan ze een polder maken. Het grappige is, de overheid doet dat nu. Je hebt zo'n, dat was laatst bij Blue Tiger, hadden ze het over, dan is een soort planfiets. Dat iedereen nog maar fietst. Mm-hmm. Wat ze in China ook doen, fietsen ze. Alleen je kunt dan ook niks meer laten bezorgen met een auto of een verhuiswagen. Maar ze zijn al aan het plannen om, en in Leeuwarden heb je volgens mij al van die wijken, daar kun je niet meer met de auto komen. Je kunt gewoon kan geen auto meer komen. Weet je wel, dus... Daar zijn dus het omgekeerde. De overheid is bezig met auto-onvriendelijke gedeeltes Nederland. En dat zie je heel vaak. Hè? Dat er eerst gezegd wordt, ja, zonder overheid zou je geen gezondheidszorg hebben. En nou hoorde ik dat ze bijvoorbeeld hier in Nieuwegein gaan ze het grootste ziekenhuis slopen. Ik zag nog een ander ziekenhuis, ook in Amsterdam werd een ziekenhuis gesloopt. En ik denk dat je straks hebt dat je dankzij de overheid juist geen gezondheidszorg meer hebt. En in Amerika is het ook al zo, hè, dat als jij een ziekenhuis wil neerzetten, omdat je denkt van, nou, er is een hoop vraag naar en er is een onbediende groep hier, dan moet je toestemming hebben, dan moet je een certificate of need hebben. En een certificate of need is een bewijs dat er een behoefte is aan jouw ziekenhuis. Ze denken dat jij een ziekenhuis gaat neerzetten zonder dat er behoefte aan is. En dat certificate of need moet je dan krijgen van de omliggende ziekenhuizen. En die omliggende ziekenhuizen hebben natuurlijk commercieel belang bij om daar geen certificate of need voor te geven. Ja, dat is ongelooflijk, want als jij, maakt niet uit wat voor onderneming begint, je begint een bakkerij. Als jij denkt dat er geen behoefte is aan een bakkerij, dan ga je nooit investeren in een bakkerij. Nee. En het is heel vaak zo, want eigenlijk de Federal Reserve was ook opgericht om te voorkomen dat de animal spirit, dat je grote fluctuaties krijgt en een grote crisis en paniek, want dan zou er altijd een redder van de laatste resort zijn, hè. En wat je nou juist krijgt, is dankzij de Federal Reserve krijg je enorme schuldenbubbels die enorme volatiliteit opleveren en crashes. Er is bijna altijd een crisis of een boom of een bubbel of die gaat weer bust. Dus het is juist altijd als ze zeggen, we hebben de overheid nodig om X, Y, Z te bereiken. Dan na verloop van tijd heb je geen X, Y, Z meer. Of het werkt gewoon zo slecht dat je feitelijk niet meer hebt X, Y, Z. Ja, en iedereen heeft er last van, want als je dan... De vrije markt, ik zei het over de 19e eeuw. Ja, over de 19e eeuw, dan had je ook dat alle banken failliet gingen, of de helft. Maar daar gingen mensen dan met elkaar handelen in goud en zilver. En dan kon het betekenen dat gewoon de normale boerenlul gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel last had van dat soort problemen. Ja, en men vertrouwde en ook niet. Dat heb je niet men meer. Men vertrouwde ook niet blindelings een bank. Men deed wat meer research. En nou is het zo, FTX, die staan met een heleboel politici op de foto. Boom, hup, allemaal geld er naartoe. En het is weg. En dat is natuurlijk, dat is alleen maar... Je ziet ook veel van die grote investeerders die alles kwijt zijn geraakt. Die zeiden, Hij had contacten met Maxine Waters, die wierp hem een luchtkusje toe. En Security Exchange Chief, die zat in de circles. Allebei de ouders waren compliance lawyers. Dus dat zit wel goed. Dat was het idee. Grote donateur aan de Republikeinen. En als je daarvan uitgaat, inderdaad, dan doe je niet meer je due diligence. Want van, waar zijn die nou eigenlijk mee bezig? Hoe zit de balans? Hey, ze hebben geen board, ze hebben geen eens een bankrekening. Dat zou normaal allemaal red flag zijn. Maar met de overheid is het allemaal van, de overheid die lost het wel op. Ja. Maar, geen grap. Opel die roept 16.000 elektronische auto's terug wegens
fatale... elektrische auto's falende, wegens falende uitgasmeting. Ja, om maar meteen de Godwin in huis te halen. Kijk, die eerste Panthers die waren ook niet goed. En de meeste tanks die de Duitsers het veld instuurden, ja, die eerste badges, die waren allemaal bagger. En die moesten allemaal meteen gerepareerd worden. Het was heel gebruikelijk dat... divisies of stukken van die panzerdivisies, dat die maar 10-20% van hun tanks operationeel hadden. Nou, in de tijd van nu met Opel, met die nieuwe elektrische wagens, is het dus kennelijk niet anders. Die halen ook nauwelijks het front. En dan mogen ze ook weer meteen terug. Maar het is gewoon een heel raar verhaal dat er een uitlaatgasmeting op een elektrische auto, dat er dan teruggeroepen moet worden. Ik kan me niet eens bij voorstellen wat er nou... Er zit geen uitlaat op dat ding. Dat is misschien wel een goede vraag. Ik denk dat ze wegens regulering moeten ze dat hebben natuurlijk. Ja, ik begrijp het ook niet zo goed. Want kijk, het idee van elektrische auto's is dat alle milieuvervuiling gebeurt bij de kolencentrales. Dus bij het opwekken van elektriciteit heb je, of bij de biomassacentrales of... Gewoon alle milieuschade wordt gedaan bij het opwekken van elektriciteit. Nee, maar dat is niet de reden die ze hier opnoemen. Nee, dat is dus niet de reden die ze hier opnoemen. Dus ik dacht nog, naïef dat ik ben, van je rijdt op kolen. Van AD. Ja, je rijdt op kolen, dat is betwistbaar. Want het ergste is natuurlijk wel dat je rijdt op biomassacentrales, de elektriciteit, dat ze oerbossen aan het kappen zijn. Dat is heel erg, maar als dat dan één keer gebeurd is, dan is het elektrisch. Dus dan is er, dan gebeurt er niks. Maar dan, zelfs dan is er nog iets wat ik niet wist. Dan zijn we er nog niet. Nou ja, het punt is dus dat elke auto, of die nou elektrisch is of niet, op een rollerbankmeting moet staan van de overheid. En die gaat dat dan meten. Maar door een softwarefout kon dat ding niet op de rollerbank of zo. En dan kon je dus ook niet bewijzen dat het eraan voldaan wordt. En dan moeten ze dus gaan terugroepen, de ding. Dat is wel iets wat je trouwens ziet in heel veel apparatuur. Er zijn allerlei reguleringen. En in mijn ogen wordt dat vaak gebruikt om zeg maar concurrentie uit te schakelen. Dus dan heb je gewoon een apparaat. Dat is heel eenvoudig. Is een functionerend deel. Heeft een deel waar de werking vandaan komt. Zit wat kabels en pijpen tussen. Heel eenvoudig. Heel recht toe recht aan. De meeste mensen snappen waar wat voor is. Als ze een beetje technisch onderlegd zijn, kunt repareren. Nou, heel vaak om dan zeg maar andere partijen. Vooral uit soms wat armere landen. Tegen te gaan om te concurreren. Wordt gezegd, ja, nee, maar dat apparaat moet een soort beveiliging hebben. Zodat als er een... Mocht er ooit iets met die spanning gebeuren, dan mag dat niet op die manier misgaan. Dus moet er een of andere propdingetje tussen. Dus dan moeten die kabels worden onderbroken, moeten tussen worden geschakeld. Dat ding heeft een patent. Dus als je zo'n ding wil maken, dan moet het aan die regels voldoen. Anders mag je niet op de Europese markt. Nou, dus dan moet je dat patent betalen. Maar het onderbreekt ook weer het proces. Dus wat je dan vaak ziet, is dat op een gegeven moment zit zo'n apparaat vol met allemaal dingen, snufjes. Maar het zijn allemaal zwakke plekken. Die gaan dan stuk voor stuk gaan die falen. En je ziet ook steeds meer dat mensen mogen hun spullen niet repareren. Ik geloof dat in Amerika hebben ze ook al steeds meer strenge regels. Want heel vaak repareren is gewoon die troep eruit halen. Gewoon weer die kabel van A tot Z laten lopen, vervangen. Gewoon die troepen tussenweg. En dan functioneert zo'n apparaat. Want... Ja, maar het wordt niet van jou meer. Je huurt het, geloof ik. Je mag er gewoon niet aan zitten meer. Nee, klopt. Dat is... Ik weet niet of dat nou met elkaar te maken heeft, maar ik vond het leuk om dat nu even hier te benoemen. Maar het gaat hier om een uitlaatgasmeting van een auto die geen uitlaat heeft. Maar die moet je toch doen, die meting. Maar die moet meten. En die meting maar die kon je niet doen. Om te zeggen van... Die meting kon je niet doen. Het ding heeft geen uitlaat. Nee, dat is niet genoeg. Nee. Dat ding kon je niet op de rollerbank zetten. En daar worden ze nou voor gestraft. Ja, en afgezien hiervan lees ik een ander bericht en daar staat in EU-voorstel ook uitstootnormen voor elektrische auto's. Wie een elektrische auto heeft gekocht om het milieu te ontzien zal verbaasd zijn over de plannen van de Europese Unie. Daarin wordt ook de emissie-eisen opgenomen voor elektrische auto's. Het gaat om de zogenaamde Euro 7-eisen voor voertuigen om limieten voor vervuiling met fijnstof. Die wordt veroorzaakt door banden en remmen. Over 2 jaar komt de Europese Commissie met een rapport waarin meetmethodes voor deze emissie in kaart worden gebracht. Oh mijn god, nou, dit is echt heel erg. Dit is heel erg. Maar weet je, kijk, het punt is van ik rij lekker diesel. Fuck it. Maar en ik denk trouwens ook nog dat het echt schoner is. Want weet je, als jij een auto koopt waar een accu in zit van 20.000 euro. Dan is jouw auto heel snel tot los. Snap je? Want
als er iets met je accu is en dat ding is geen 20.000 euro meer waard, dan moet je die hele fucking auto helemaal wegflikkeren. En mijn auto kun je gewoon repareren. Accu'tje is 100 euro. Ja, er is iemand zo vind, die heeft zijn de Tesla opgeblazen met dynamiet, geloof ik. Omdat hij te horen kreeg dat een nieuwe accu hem 30.000 euro kostte. Ja, precies, inderdaad. Je hebt hem maar opgeblazen, ja. Dat klopt, ja. En hij heeft het gefilmd. Ja. Maar het punt is, dus die dingen die zijn dus helemaal niet milieuvriendelijker. Maar er zijn er dan mensen die denken, nou oké, ik ga elektrisch rijden en dan ben ik al van al dat gezeik af. Maar je bent niet van de gezeik af, want zodra iedereen elektrisch rijdt, krijg je dus allemaal dit soort gezeik. Je hebt wel banden en die, als je remt, nou, dan komt er heel veel schadelijke stoffen van je banden af. Nou, en dan kan je dat weer allemaal gaan testen. Ah, ja. Maar je weet gewoon dat het zo is dat ze gaan niet zeggen van, nou, we kunnen onze hele afdeling sluiten, want de nieuwe auto's hebben geen uitlaat meer. Nee, dat gaan ze natuurlijk niet zeggen. Nee, dat gaan ze. Nee, natuurlijk niet. En ze gaan ook niet zeggen van, oh, omdat u zo'n milieuvriendelijke auto heeft, volgens onze begrippen hoeft u geen wegenbelasting meer te betalen. Dan zeggen ze, dan weet je gewoon dat ze alsof zij geen wegenbelasting meer willen innen of zo. Alsof het ze echt gaat om schone auto's. Natuurlijk niet. Ze gaan... Sterker nog, die auto kan zwaarder zijn dan mijn auto. Ja, ja. Die dingen zijn ook helemaal niet licht, geloof ik. Hè? Ja. Nou, dan betaal je nog meer. Dan betaal je meer op een gegeven moment als ze het per kilo gaan doen. Ja, ja, dat zie ik ook nog wel gebeuren, ja. Maar ze hebben nou ook al een rijverbod. Ik weet niet of we dat erbij hadden zitten. Ja, het volgende bericht. Oké. Okay. Ja, het volgende. Eerste rijverbod voor elektrische auto's is gepland, ja. Ja, die heb ik erin gebracht. Dat gaat om Zwitserland. Nou, ik weet bij alles aan wat ze plannen. Mm-hmm. Nou, dat kan een keer gaan gebeuren, want dan weten ze het alweer. En dan... ja, dan krijg je een soort blackouts, maar ook met je auto. Dan, je kan zeggen, nou heb ik scheid aan. Maar ze kunnen dit, ze kunnen gewoon waarschijnlijk op afstand uitzetten. Het is niet meer zo dat bij in de jaren 70 had je nog van, je mag alleen tanken als je een oneven nummerbord hebt op die dagen. En met een even op die dagen. Maar... Ze kunnen waarschijnlijk met die auto's die aan het internet hangen, kunnen ze gewoon zeggen van, we zetten jouw auto gewoon uit vandaag. Niks rijden. Ja, met onze elektrische sowieso toekomst, is het al zo dat ze weten dat jij dat kenteken heeft, een elektrische auto. Met elektrische auto's moet je, dus als je wel gaat rijden. Meerdere malen tijdens een rit moet je gaan tanken. Dus ze kunnen niet dat soort regels met deze dag wel of deze dag niet. Zo kan het niet. Nee, maar dan zeggen ze gewoon dat je niet mag rijden. En als je toch rijdt, hangen overal camera's. Ja, en dan dat zou je sowieso de Sjaak zijn. Maar ik zag laatst bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat ook gezien had, zo'n magneetje van een blaadje van een boom. En die kon je dan op je nummerbord plakken, alsof er een blaadje tegenaan kleefde. En dan en dan kon je toch zeggen van, als er dan een foto genomen was, blaadje, je kan me niet beboeten. Als die nou heel vuil is, krijg je een boete. Maar als er een blaadje aankleeft, dan kan je moeilijk wat van zeggen natuurlijk. Ja, dan gaan ze de wet veranderen natuurlijk uiteindelijk. Dan moet jij, maar ben jij verantwoordelijk voor het schoonhouden van je kenteken? Ja. Ding. Dan gaan ze het doen. Maar ik vind het wel geniaal. Ja, geniaal. Wel geniaal. Je bent al verantwoordelijk voor jouw kenteken. Oh, dus je kunt er al niet mee wegkomen. Okay. Als je wordt staande gehouden, dan ben je zo word je bekeurd. Nee, ik denk dat het meer zinvol is dat op een foto dat ze niet genoeg informatie hebben om te bepalen dat jij het bent. Daar gaat het dit was in New York. Dit werd in New York gebruikt. En als er dan een Wout komt. Dit kwam uit New York en het was om de rekeningrijden te voorkomen dat je werd herkend en automatisch werd afgeschreven. Dat krijg je ook nog als je dat als het rekeningrijden doorkomt, dan wordt sowieso elk fucking stuk wegdek wordt gewoon gefilmd. Ja. Nou, als jij dan wil rijden met een elektrische auto terwijl er een elektriciteitsverbod is, dan rij je gewoon niet. Ja, je kan wel rijden, maar je krijgt automatisch een boete. Oh ja, en dat waren we nog vergeten te zeggen voor de luisteraar. Dit gaat dan in Zwitserland, omdat ze verwachten daar een elektriciteitstekort te krijgen. Omdat zij veel importeren uit Frankrijk en Duitsland. En die hebben zelf met een probleem. Ja. En hun waterkracht is onvoldoende, vooral in de
in één seizoen of zo, in de winter, hebben ze weinig waterkracht, elektriciteit. Ja, maar het is over elk land, hè? Ook in Nederland hebben ze het over van je moet een noodpakket aanschaffen, want het kan wel eens 3 dagen dat je geen elektriciteit hebt. Dus ze beginnen in elk fucking land, beginnen ze van... Ja, dus die cyberwarfare waar Klaus Schwab het over had. Door de Russen, denk ik, ook. Die cyberwarfare. Die zullen een schuld krijgen. Ja, het is een van mijn top 10, hè? 24 uur per dag elektriciteit. Dat krijgen we niet meer. Ja, dat stond al in een Belgisch artikel, las ik, dat je 3 uur zonder stroom kon te zitten. Ja, in Oekraïne nou gebruikelijk. Maar hier staat bijvoorbeeld, de beperkingen in e-mobiliteit zijn volgens het ontwerp alleen bedoeld voor escalatieniveau 3. Daarvoor zouden bezuinigingsmaatregelen in particuliere huishoudens van kracht worden. Wasmachines mogen dan bijvoorbeeld maar op maximaal 40 graden draaien. Bladblazers, terrasverwarmers, stoelverwarmingen en stoelliftjes mogen niet worden bediend. Ja, ik heb een collega die is al bezig met een stevige generator. Ja, ik vraag me af, kunnen we niet langzamerhand zelfs beter gaan wonen in Afrika of in Zuid-Amerika? Ja, er komt zo'n moment dat, en dan wordt het nog steeds Rijke Westen genoemd, maar ondertussen, ondertussen heb je geen elektriciteit meer, je mag niet meer rijden. Het is geen grote ellende geworden. En als je een keer op vakantie gaat naar Nigeria, dan denk je, mijn hemel. Nou, maar wij maakten vroeger grappen over Slowakije, dat daar de stroom uit viel en zo en dat soort dingen. Maar hier plannen ze het al, want het is gewoon een verkapte plannen, hè. Zeg, want het zou wel eens kunnen gebeuren, maar kom op. Nou, hier zie ik bijvoorbeeld ook al een bericht. Amsterdam laat laadpalen langzamer werken als stroomwerk te druk is. Dus en dat is natuurlijk al heel snel op een gegeven moment, capaciteit uitbreiden, daar doen ze niet aan. Want we hebben niet genoeg biomassa en bomen om erin te flikkeren. En dan zetten we gewoon die laadpalen langzamer. Dus dan hangt hij de hele nacht aan de lader en dan kom je 's ochtends en dan kan je nog niet naar je werk toe. Oh, god. Oh. Oh, man. Waar gaan we naartoe? Wegwezen hier. Ja. Dan gaan we even naar de volgende berichtje toe. Ik had hier nog eentje. Er was vrij weinig in de chat trouwens. Dat is bedacht. Misschien zijn ze in slaap gevallen. We provoceren ze te weinig. Of te veel misschien. Ja. Het ligt niet aan de prijs. Ja. 60 e-gulden. Nee. Even kijken. Er waren 3 amateur schatgravers die vonden... een brokstuk uit de Tweede Wereldoorlog en hoppakee, in de cel. Ja, die waren zo dom om dat te melden. Er was een Brits jachtvliegtuig neergestort in 1944 bij Meerlo. 3 amateurgravers haalden in de bodem belandde brokstukken in 2018 naar boven. Toen sloeg de erfgoedinspectie alarm. In de wet, op zich staat in die wet uit 2016 het doorzoeken van de bodem op militair. Taria toe. Tenminste als de grondeigenaar heeft ingestemd. En als vondsten worden gemeld bij het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dan ook mogen de vondsten niet meer dan 30 centimeter onder het maaiveld zijn gedaan. Dieper graven is verboden voor onbevoegden. Je mag niet dieper graven dan 30 centimeter. Omdat de nog intacte bodem met archeologische informatie verstoord kan worden. Wow. Oké. Die waren nog niet op de hoogte van de nieuwe regels. Het grondwater stond zo hoog dat hij een pomp nodig had om de kuil te legen. En toen stuitte hij het op het motorblok, de hoofdprijs, maar wel veel te zwaar om er in je eentje uit te krijgen. Hij wist wie die om hulp moet vragen. Jordi G. uit het nabij dorp aan de overkant van de Maas. Ook iemand met een passie voor de oorlog en metaaldetectie. En dan gaat hij dat eruit halen en dan... uiteindelijk eindigen ze in de gevangenis, want ik vind het ook zo leuk dat ze dan gewoon Harm G. heten en zo, weet je wel. Ze moeten nog een tweede kans krijgen in hun leven. Niet vergoed met een beschaamd hoofd door de samenleving moeten shocken vanwege deze vreselijke zonde. Het kan een probleem zijn bij een sollicitatie. Ja. Ja. Straf dat. Wat heb je dan gedaan? Ja, ik heb meer dan 30 centimeter in de grond gegaan. Dan moet je wel uitkijken als je een knolselderij gaat poten. Dan loop je al risico. Ja, dan moet je bij de poten van de knolselderij niet zeggen dat je een schatgraver bent.
dat ter afschrikking en in het belang van de bescherming van historisch erfgoed leggen we de rechter hogere straf op dan de officier had geëist. Ja, maar ik bedoel, kijk, iedereen die een tuintje heeft of zo, die wel eens een keer een conifer heeft geplant of zo, of een Afrikaantje of een begonia, die is wel eens een keer verder dan 30 centimeter geweest. Maar die had dus een Romeinse put kunnen vernietigen. Ja. Ja, maar kijk, dan had je niet de intentie, hè? Dan was je niet aan het schat graven. Het mag al niet, je mag niet verder dan 30. En je zou op olie kunnen stuiten, dat is ook allemaal van de overheid, hè? Als er olie onder jouw tuin zit, dan mag je niet zeggen, oh, hey, ik heb even geluk, hè? Ga de olie boren. Dat zou een goede oplossing voor de mensen in Groningen zijn. Het zit onder mijn huis, dus ik wil een deel van die inkomsten. Ja, ik denk bij 30 centimeter olie vinden, dan heb je wel echt wel de hoofdprijs geschoten. Hoor. Maar het is een officiële regel, 30 centimeter diep, om de verstoring van archeologische sporen tegen te gaan. Dus als je, dat is gewoon een officiële metaaldetectorregeling. Het is wel zo, dat is wel interessant, nu ik even op heb gegoogeld, dat vanaf 2016... is metaaldetector lopen, dus van gedogen overgaan naar toegestaan. Doe maar. Dus voor 2016 okay. Was het zeg maar niet legaal om met de metaaldetector rond te sjouwen, maar het werd gedoogd. En alle vondsten van voor 1600 moeten bij het cultureel erfgoed worden gemeld. Dus dat gaat niet op voor dit WW2-vliegtuig. Op zich staat hier ook op dinsdag 29 november oordeelde de rechter dat de drie verdachten nou en bewust hadden samengewerkt. Het is een soort crimineel kartel dit. En aan het eind staat er nog, beide zijn ook content dat de illegaal opgegraven onderdelen van de Spitfire nu een goede bestemming krijgen. Ze gaan naar het oorlogsmuseum Overloon. Ja, daar hebben zij het op moeten graven en dan wordt het in een museum gepleurd. Hè. En wat voor straffen krijgen ze eigenlijk? Taakstraf van 80 uur. Maar er was er eentje die had al een voorwaardelijke gevangenisstraf op vanwege illegaal vuurwerk. En die kreeg ja, ze zaten zich echt zwaar uitbreiden op andere criminele vlakken. Dus het begon met WW2 vliegtuigen opgaven. En dat ging gewoon naar vuurwerk toe. Oh, dat is verschrikkelijk. Zeg. Ja, illegale vuurwerk is ook gewoon vuurwerk wat hij gewoon vroeger legaal heeft gekocht, maar nog niet had afgestoken. En dat is intussen illegaal geworden. Dus het zal ongetwijfeld zoiets knulligs zal het ook zijn. Gewoon een vuurpijl, dat mocht 3 jaar geleden wel, maar nu niet meer. Zoiets. Wat er ook staat, Frank Assendelft zei, we hebben bereikt wat we wilden. Een unieke uitspraak voor overtreding van de erfgoedwet. Ook is het zeer belangrijk dat diefstal bewezen is. Nico Aten is blij dat de rechter Wereldoorlog 2 materiaal, ook de niet-technische onderdelen van het vliegtuig, beschouwt als erfgoed. Deze uitspraak geeft ons meer mogelijkheden om op te treden. Oh. Maar hadden ze het niet om toestemming gevraagd van de grondeigenaar? Wat, in principe, dat moet je wel, dat zijn van de regels die je moet doen. Ja, maar dan mag je nog niet meer dan 30 centimeter. Nee, klopt. Het is 30 centimeter, maar je moet ook toestemming hebben. Maar wat hadden ze... Meer dan 30 centimeter, was dat het enige wat ze hadden misdaan? Of hadden ze nog iets anders ook misdaan? Ja, dan is het diefstal. Want dan is het onder die 30 centimeter is het van de staat. Dat lijkt me duidelijk. Ah, oké. Okay. Interessant. En ik heb een probleem. Mijn tuinverlichting is stuk. En de kabels die liggen waarschijnlijk ook meer dan 30 centimeter diep. Dus als ik ga graven in mijn tuin, dan kan ik ook de sjaak zijn. Ja. Ik zal het me niet te hard zeggen. Ja, zou ik het hier niet op Vrijheid Radio hier gezegd. Ik ga het ook niet repareren. Met een miljoen luisteraars. De AIVD, die elke maar, uitzending. Nou hebben we gemeld. Een droom boven mijn achtertuin. Maar, is het ook niet zo dat als er zeg maar grond gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld huizen, want voor huizen moet je soms ook wel diepe graven voor riool, dat ze dan juist vanwege dit soort regels eerst die hele grond moeten gaan verkennen. Ja, en dat ze dan bewust ook diep metingen doen met echo's en met metaaldetectie om te zien van zit er iets in die grond voordat je pas toestemming krijgt om op te bouwen. Dus waarschijnlijk is het dan zo bij jouw tuin van daar is, ik weet niet hoe nieuw het huis is, maar dan is daar een keer... Er is al een vergunning voor aangevraagd. Ja, dus daar is dan een keer vergunning gegeven, je mag je bouwen, je mag je diepe graven. Daar kun je. En dan is het, ja, in je eigen tuin en dan ja, ze voor jouw huis al, zeg maar. Je hebt me weer gered, hoor. Ja, ik weet mijn verdediging al als ik voor de rechter sta. Dit wordt hem. Nou, nee. Ja, maar dat klopt inderdaad zo, want ik weet mijn
Het is zwaar, je hebt een huis gebouwd op een terrein. Dan moet je, weet ik niet, een schoongrondverklaring. Je moet een, je moet een wildlife, hoe heet dat, een zeldzame dieren. Moet je allemaal €1000 of flora en fauna onderzoek. Dus je, je bent daar bakken met geld aan kwijt. Maar als je daarnaast, daar was al een huis met een bouwvergunning, dan kan je gewoon je gang gaan. Ja. Ja. Nou, ik kijk wel eens die homesteading programma's op Discovery. En, ja. Nou ja, goed, dat heb ik dan nou een romantisch beeld bij natuurlijk. Maar ja, die schieten gewoon een beer neer, weet je wel. En die hakken gewoon allerlei bomen om en dan bouwen ze een huis van. Ja, maar in de VS heb je ook van die dingen hoor. Dat als jij de verkeerde plantjes in je voortuin hebt staan. Als je bijvoorbeeld een tomatenstruik neerzet. Omdat je denkt van nou, ik heb toch een voortuin. Wel allemaal als een tomaat in verbouw. Dan zijn dat niet de correcte planten die verdoezelen of die verpesten het beeld van de straat. Dan moet je echt helemaal naar Alaska. Moet je dan inderdaad. Maar dat is daar ook mag je dan ananassen van verbouwen waarschijnlijk in Alaska. Ja, maar er is ook zo'n meme van over libertariërs, van wat mensen denken dat libertariërs zijn. We willen een lanceerplatform voor kruisraketten bovenop onze zolder. En dan zie je iemand die staat in de rechtbank van, waarom mag ik geen tomatenplant in mijn voortuin zetten? Ja. Weet je wel? En dan staat erbij wat libertariërs echt zijn, weet je wel. Ja, dat was ook zo met dat hij had regenwater op zijn eigen terrein opgevangen. En dat was ook al verboden. Regen die is van de overheid. Ja. Alle regen die boven 2 kilometer ontstaat, die is van de overheid. Dan moet je, 2 kilometer is best hoog trouwens. Ik denk 20 meter. Ik zeg maar wat, het zal wel inderdaad. Ja, ik volg zo'n kanaal en daar zitten mensen die een community en is het ergens in het zuiden van de VS. Er zit allemaal plant. En dan hebben ze een vlei wat eerst woestijn was. En dan zijn ze daar gewoon weer vegetatie aan het planten. En op een hele natuurlijke manier. En dan wonen ze dan ook, weet je wel. En heel self-sustaining, weet je wel. En dan denk ik, ja, heerlijk om naar te kijken. Van hartstikke mooi. En ook helemaal geen last van regels en zo. En je kijkt zo en dat gaat hartstikke mooi. En dan in één keer, hebben ze toch weer vanwege regulation moeten ze dan weer helemaal naar de hoofdstad rijden om iets voor elkaar te krijgen, weet je wel. Ja, preppers die stonden samen met libertariërs en Trump supporters op domestic terrorist lijst. Volgens mij preppers waren ook een domestic en nog onschuldiger geloof ik. Inderdaad, healthy food types of zo. Of organic food types. Dat waren ook potentiële homegrown terrorists. Die Belg die laatst dood is geschoten. Dat werd ook van gezegd. Het is een prepper. Ja, nou, laten wij die Tim Pool is ook in een SWAT-team geweest, hè? Die YouTuber die, kan je dat zei elke week, toch? Ja, maar die is echt geschoten. Ze zijn een huis binnengeramd en... echt waar? Geschoten? En geschoten. Was het voor of na, kan je? Nou, dus de afgelopen week. Ik dacht dat ze intussen zo bekend met hem waren dat ze van tevoren even belden, we komen hier zo weer SWAT'en. En dat ze dan eventjes gezellig gingen keuvelen. Dus ik weet niet waar er dan op geschoten is, maar... Ja, ik denk dat er zo'n melding is geweest. Hè? Maar dat is natuurlijk wel. Dat is op zich wel vreemd dat ze niet een lijstje hebben. Van die mensen die de hele tijd gemeld worden. Want ik geloof dat Tucker Carlson. Die heeft ook al van die SWAT-teams gehad. En het zijn van die jokers. Die hebben dan het adres weten te bemachtigen. En die sturen. Die melden dan een. Dat er een gijzeling plaatsvindt of zo. En dan komt er gelijk zo'n SWAT-team de deur inbeuken. En die beginnen gelijk te schieten. Eigenlijk een beetje moord, eigenlijk een soort moordpoging. Als een wraak omdat hij Kanye West had uitgenodigd of zo. Ja, daar staat het natuurlijk niet bij. Ja. Nee. Maar Rutte is kritiek op zich heen gekregen. Dan zeg je echt van, laat ik het ervoor lezen. Brussel en Bulgarije boos over opmerking van Rutte. Hij moet oppassen.
Nou, wat heeft hij gezegd? Dat wij waarschijnlijk wel heel vaak in Vrijheid Radio hebben gezegd over grensmedewerkers in Oost-Europa. Ja, dat ze omkoopbaar zijn. Ah, we hebben hier een Bulgarije-deskundige in huis. Dus, Ja, ja, ja. Nee, ze zijn bij Bulgarije. Kijk, iedereen wil er een slaatje uitslaan. En eigenlijk zou je, als Bulgaar, zou je eigenlijk moeten kijken naar Nederland. Want wat hier gebeurt is dat die vluchtelingen worden ook gebruikt voor allerlei corruptiepraktijken. Het is heel vaak zo dat ze dan ergens worden gehuisvest. Nou, dat is nooit bij een libertariër thuis. Voor tien keer de prijs. Dat is altijd bij iemand van dezelfde partij. En ja, al het misbruik en al die andere gekke dingen die dan gebruiken terwijl die mensen hier zijn, dat mag ook nooit vermeld worden. Dat er echt schering inslag is. En die mensen worden hier gewoon super slecht behandeld. En worden helemaal afgezonderd. En ja, dus eigenlijk doen wij het super slecht. Nou, in Bulgarije, ja, over het algemeen, normale mensen die daar wonen, ja, die zitten helemaal niet te wachten op allemaal van die doortrekkende mensen over hun landgebied. Dus ze zijn juist heel erg netjes in het weghouden van die mensen. Dus ja, is dat. Kijk, ik denk dat het politieke spel is zo dat corruptie in Bulgarije is gewoon wat meer zichtbaar. Kijk, in Nederland is het netjes weggemoffeld. Ja, we gaan die vluchtelingen opvangen. Als je dat gewoon vertaalt naar, we gaan voor 10 keer te veel geld, gaan we iemand van mijn partij die mensen laten misbruiken. Nou, en dat is echte corruptie. Maar wij doen dat professioneel. Wij doen corruptie zo professioneel dat je het niet eens opvalt. Ja, en in Bulgarije is corruptie inderdaad van het niveau van geef ons 50 euro en dan brengen we je naar de juiste plek. Ja, dus beide landen zijn corrupt. En ja, maar mensen zoals Rutte, die willen dat je, eigenlijk zijn klacht is, Bulgarije, je moet je corruptie op een westers niveau brengen. Nou, ik weet niet of je het filmpje gezien hebt hoor, maar het was, hij liep er heel erg omheen te draaien eigenlijk. Dus het was daarom, zegt ze, suggestief. Mm-hmm. Dus hij probeerde niet te zeggen van je moet een tientje in je, of tenminste 50 euro. Hij, had over, hij zei niet direct, ja nee, je moet 50 euro in je paspoort doen en dan mag je sneller doorrijden. Nee, maar dat, dat zei hij niet, maar hij zei, zat er heel erg omheen te draaien om dat niet te zeggen. Klopt. Maar ik vertaal het even. En de werkelijkheid is, wij zijn hier, wij zijn een van de corruptste landen van de hele Europese Unie. De hoeveelheid. Onze corruptie is zo groot. Mm-hmm. Onze corruptie is groter dan sommige begrotingen van andere landen. Dus puur het geld dat hier, ook volgens de officiële corruptieregels, eigenlijk wordt misbruikt. Als je het goed zou uitpluizen. Zoveel geld is er niet eens in Bulgarije te besteden. Dus puur absolute bedragen zijn wij een super corrupt land. Klaas, om een voorbeeld te geven. Ik sprak een Oost-Europeaan op mijn werk. En die, ik zei van, ja, maar hoe kijken jullie in jouw land naar Nederland? Nou, het zat er wat dingen op te noemen. En dat zou zo uit een uitzending van Vrijheid Radio gekomen kunnen zijn. Dus hij zat letterlijk gewoon dingen te zeggen die wij ook altijd roepen, weet je wel. Over de corruptie in Nederland. Dus. En zo denken ze in dat land dus over Nederland. Dat hij dat weet dan. Ja. Ja. Nee, maar zo denken ze letterlijk in hun land over Nederland. Ja, maar knap dat hij dat weet. Over Nederland. Maar dat vind ik gek, want ik heb altijd het idee van Peter ook gehad. Van, en ook van Yoshi. Nee, nou, hij zei, in Nederland moet je netwerken om, bij ons en dus gewoon geef je direct geld. Nee, in Nederland moet je netwerken. Ja, ja, oké. Okay. Maar, maar je hebt nog steeds een soort romantisch beeld in Oost-Europa dat het beter is om hier in Nederland te wonen. Ja, en dat zei hij ook. Het is allemaal beter, maar ja, in Nederland moet je netwerken. Nee. Dus dan moet je met vriendjes worden met die politicus en dan mag je mag niet zo direct geven. En ja, dat is het verschil met ons. Bij ons mag je direct geven. Het hangt er vanaf als je iets kunt. Ja. Dan wil je een Bulgaar die iets kan, die wil absoluut niet naar Nederland. Kijk, Nederland is een goede plek om niets te doen. Want eigenlijk niet zozeer dat niets doen wordt beloond, maar het is meer zo dat iets doen wordt heel erg gestraft. En dat is heel duidelijk voor mensen die iets willen doen. Dus mensen die iets willen of iets kunnen. En helemaal niks doen is in Nederland lucratiever dan in Bulgarije. Ja, oh, zeker. Ja, ja. Maar het heeft er vooral mee te maken dat iets doen. Heel veel mensen willen ook gewoon iets doen of die willen vooruit. En die zien wel dat Nederland is dan geen lange termijn optie voor ze. Je hebt wat regelingen als je hier 1 of 2 jaartjes bent. Nou, dan kun je 30% korting op je inkomstenbelasting krijgen. Dat soort zaken. Dan kan het interessant zijn om tijdelijk even in Nederland ervaring op te doen. Hè, en inderdaad je netwerk uit te breiden. Want ze hebben
in Bulgarije vindt het helemaal niet erg om wat connecties in Nederland te maken en om hier dan ook te verdienen of hier wat zaken te doen. Maar mensen die wat kunnen, die hebben absoluut geen behoefte om hier te gaan zitten. En het, ja, waar wij het dan vaak over hebben, dat zijn mensen die weten dat... Je hebt eigenlijk twee in Nederland, die van plan zijn om heel weinig te gaan doen. Mm-hmm. Of die van plan zijn te gaan profiteren van mensen die goedgelovig zijn. Nou, en dat kan in Nederland ook heel goed. Want ja, Nederland is een achterlijk goedgelovig land. Kijk, in Bulgarije kun je geen... Elk huis is een vesting, zeg maar. Je kunt in geen één huis... Wat je Nederland aan slotjes hebt, en hoe dat is een lachertje. Ik denk dat is gewoon niet in vergelijking. Dus ja, als jij crimineel bent en je bent goed in sloten openen en in inbraak, je wil daarmee verdienen, ja, dan kun je beter die vrije beroeps... dat vrije beroepsreis het beste gebruiken om bijvoorbeeld in Nederland je beroep uit te oefenen. Hier staat ze lucratiever. En ja... Ja. Ben je nou een degenslikker, Johan? Nee, nog steeds die... ik bedoel, ik ken wel mensen die een prikkertje hebben, maar jij hebt een ding van 2 meter. Ik weet niet. Ja, ik heb vorige keer al verteld. Fucking degenslikker is het, lijkt het wel. Voor de mensen die het ook kunnen zien, vrij de radio. Ja, we kijken hoor, de EU, daar gaan we even naartoe, want daar hadden we het al over. Oh ja, de EU had een feestje, jongens. Ja, ik weet niet of jullie uitgenodigd waren, maar... Het was een feestje op het Metaverse. Was... Ja, zijn jullie wel eens op de Metaverse geweest? Nee, nooit. Ik weet dat het bestaat, maar ik ben er zelf ook nooit gekeken. Ik wil allemaal cookies accepteren. Ik weet niet wat er nou gaat gebeuren. Ik moet van alles accepteren om dit te kunnen zien. En dan kan je er toch wel doorheen komen. Oh, okay. Kut, ik heb het alweer geaccepteerd. Godverdomme. Ja, je staat op een lijst. Ja. Maar misschien moet Vrijheid Radio ook maar op de Metaverse. Ja. Ja, omdat er... Geen idee wat het is. Klaas, ben jij er wel eens geweest? Jij lijkt me wel zo iemand die er wel eens geweest is. Maar, ik heb een VR headset, maar zelfs ik ben er nooit geweest. Oké. Okay. Oh, is dat VR met zo'n VR-ding? Dat wel, ja. Oh, god. Maar het punt was een beetje dat... het was... kostte €387.000. Er kwam niemand opdagen. Dat was het EU. En je moet er een paar duizend euro betalen om zo'n ding op je hoofd te kunnen hebben. Kun je daar subsidie voor krijgen? Ah, ik vind het wel goed nieuws dat het niet aanslaat. Ik viel echt nogal tegen op beelden is te zien hoe de spaarzame aanwezigen zich in de chat afvragen of ze zich niet vergist hebben in de datum. Een van de bezoekers schrijft op Twitter: na wat verbazen gesprekken met ongeveer 5 andere mensen ben ik inmiddels alleen. Oh, dat is bij Oculus. Jij hebt John Carmack. Kennen jullie die toevallig? Nee. Ja, de naam zegt me wat, maar... Dat is de programmeur van Doom en Quake. En dat is iemand die in de games business echt wel... Hij was echt een held. En in de jaren 90, dat we gewoon echt... bijna nou, fanboy, maar dat je echt wel besprak wat hij had geflikt. Ja. En ik meende dat hij wel met iets bezig was, maar dat is met Oculus nu. Oculus Virtual Reality, daar is hij mee bezig. Dus ik ben wel ben benieuwd wat hij daarmee... dat is niet echt dat 3D dingetje van Facebook, hoop ik. Maar ik ben benieuwd of hij er wat van kan maken, want in ieder geval... Met jaren 90, begin jaren 2000, heeft hij toch wel een hele goede legacy van dingen die hij heeft gerealiseerd. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat 3D gamen, dat komt niet echt los. Ik denk ook niet dat dat is wat mensen zoeken. Ze willen niet helemaal geabsorbeerd worden door één dingetje. Vaak als je nu bezig bent, er is gewoon een hele wereld om je heen waar je ook eigenlijk niet van afgesloten wil worden. Dus je hebt misschien je tv aan, je hebt muziek aan staan, er zijn mensen om je heen en dat is prima dat die er zijn. Dus ik weet niet of dat 3D, ik heb het gevoel dat het bestaat een poosje, maar het komt niet echt los. Het is niet, misschien dat ik... Mijn broer is ook een programmeur en die... ik was ooit een keer bij een project en... Dan moesten we ook dat je mensen kon shoppen in de andere kant van de wereld. En dan moesten we ook al een 3D, maar dan niet met zo'n headset op, maar gewoon via het internet en zo. Ja, mijn broer zei ook zoiets.
Oké, we hebben al eBay en we hebben al Amazon en zo. Mensen willen met drie muisklikken willen ze een dingetje kopen. Ja, het punt is een beetje, ik heb, ik heb ook die VR, zo'n VR headset gekocht. Maar wat er nodig is, je moet batterijen in je twee handsets hebben. Als je die de hele tijd erin laat zitten, dan zijn ze leeg de eerste volgende keer dat je het gebruikt. Ja. Dus je moet ze eruit halen. Maar als je dan wil gebruiken, moet je ze ervoor dat je gebruikt, moet je ze erin doen. Dan moet je de hele zaak kalibreren. Want dan moet hij moet weten wat het grondniveau is en wat je gebruikersarea is. En je bent dus eigenlijk 20 minuten bezig voordat je een spelletje kan gaan doen. Ja, en daarna zei dat zijn broer ook van het hele idee van met een headset op met zo'n virtual reality ding op je hoofd. Dat bestaat al vanaf 1990. Ja, de kwaliteit is wel beter geworden. De kwaliteit is beter geworden, maar hij ziet gewoon de consument dat nooit gaan doen, weet je wel. Want sowieso zo'n ding is duur. En zelfs als je dat ding een tientje maakt, gaan mensen dat nog niet doen. Want dat is, ja... Wat ik wel weer leuk vind, is dat dan zo'n IT-held, zoals John Carmack, van It Software, dat hij dan in 2012... presidentscampagne van Ron Paul heeft gesteund. Oké. Dat is dan wel weer typisch. Maar je weet nooit met dit soort dingen of ze nog weer terugkomen in andere vormen. Hè? Want ik had het vanavond met een collega over. Die zei, ja, die hele augmented reality bril van Facebook. Dat je zo'n brilletje op hebt. En dat je dan zo'n heads-up displaytje hebt. En dat je dan informatie krijgt over wat je ziet. Ja. Dat heeft het niet gemaakt. Het werkte en het werkte goed. Het punt is dat ze nooit doorgekomen vanwege regulatie. Ja, maar ik geloof dat ze het weer gaan proberen op een of andere manier. Gaan ze het weer terug... Ze hebben het ontwikkeld en het werkt heel goed. Dus het kan best dat het nog een keer terugkomt, al die dingen. Ik denk dat in de spinaziewereld hebben ze die hele techniek gewoon wel gebruikt. Maar... Spinaziewereld? De spionagewereld. Daar hebben ze dat wel allemaal gebruikt, maar in de werkelijke wereld... Hey, Jan-Marc zit een luxe nootjes te eten. Ja, Mark, dat is je noodvoorraad voor als de prepper voorraad. Kan je niet zelf op gaan zitten eten? Kan je nodig hebben binnenkort? Ik ben een heel slechte prepper. Eet alles op. Ik heb een keer gehoord over spionage over de BVD. Dat men een codewoord had voor spionage. En dat was spinazie. Shit, val ik door de mand. Nou, in ieder geval, over we net over hadden. Mijn broer die had het helemaal. Ik kon het heel kort samenvatten. Hij zei: ja, je hebt hier zo'n Hollywood-beeld van hoe de toekomst zal zijn. En dan zit iedereen met zo'n VR-headset op. En dan heb je de werkelijke wereld van Jan met pet. Die wil met zo min mogelijk muisklikken datgene hebben wat hij wil hebben. En dan gaat hij gewoon weer zijn eigen ding doen, weet je wel. Dus dat is de reden dat al die 3D virtual reality shit altijd faalt, weet je wel. Ja. Dus toen heb ik ook afscheid genomen van het project. Want ik had inderdaad wel zoiets van, heeft u een heel goed argument. Even kijken. Volgende bericht. Meer doden door... Ik zal mij even in het Engels voorlezen. More deaths among vaccinated Americans. Not a reason to avoid vaccine. Experts say. Nou, weer een reden om niet naar de experts te luisteren. Maar wat is dan de reden? Waarom is het geen reden dan? Want het is toch voor veel mensen... Ontkennen ze dat het zo is? Wel een beetje een probleem dat je doodgaat aan een spuitje. Waarom is het dan geen probleem meer? Dat zeggen de experts niet. Kennelijk bij PolitiFact. Dit komt van een factchecker. Ja. Ja. Nou ja, goed, in het verleden het is wel gebleken dat het geen probleem was voor mensen. Maar misschien kwam het omdat ze er niet zo bewust voor waren. Ja. Dus ja. Ik zal maar even Nederlands zeggen voor de mensen die geen Engels kunnen. Meer doden onder de gevaccineerde Amerikanen is geen reden om vaccinaties te vermijden. Zeggen de experts. Ja.
Ja. Ja, maar wat vindt het publiek? Want het schijnt zo in Nederland, schijnt het ja, al maar het publiek is niet geen expert, hè? Nee, daarom. Het zijn de experts. Het vinden de experts, ja, dat klopt, ja. Ja. Maar, het publiek zijn allemaal domme mensen met een MAVO-diploma. Ja, ja, die moeten gewoon een mond houden. Je moet houden. Die statistiek nog wel mee uitkijken, hoor. Want als ze zeggen meer doden onder gevaccineerden. Kijk, als 99% van de mensen gevaccineerd is en 1% niet. Dan verwacht je ook, zelfs als het werkt, verwacht je meer doden bij gevaccineerden. Gewoon omdat het er meer zijn. Je moet dat even wegen naar de hoeveelheid mensen die gevaccineerd zijn. Als er maar één iemand is die niet gevaccineerd is en die gaat niet dood, dan geeft dat een vertekende statistiek. Je moet het eigenlijk wegen naar de hoeveelheid mensen die gevaccineerd zijn. Ja, je moet zijn. Het ook wegen naar waar ze tegen gevaccineerd zijn. Want bijvoorbeeld die Duitse politicus, die hebben we wel behandeld in Vrijheid Radio. Die zei van, iedereen die nou nog geen vaccin neemt, die gaat deze winter dood. Dus je moet kijken van, ja, dus als je niet... Ja, dus gevaccineerden hadden allemaal dood moeten zijn. En, ja, dus dan moet je kijken van, en nou blijkt dat de oversterfte in landen waar meer gevaccineerd is hoger dan in de landen waar minder gevaccineerd is. Ja. En er zijn sowieso rare dingen in Amerika, want er was een CEO van One America, dat was de grootste verzekeringsmaatschappij daar, geloof ik, wat betreft levensverzekeringen. En die zei van de mensen tussen 18 en 64 of zo, de werkende mensen, daar was een toename van 40% wat betreft sterftegevallen. Hmm. Nou is het natuurlijk wel zo dat 40% klinkt al veel. En dat is ook wel veel. Maar de meeste mensen tussen 18 en 64 gaan gewoon niet dood. Dus in absolute cijfers zal het misschien nog een beetje meevallen. Maar in relatieve cijfers is het wel gigantisch. En het is voor zo'n verzekeringsmaatschappij ook een ramp. Omdat ze nooit hadden kunnen calculeren van dat er een toename was van 40%. Dus die zijn natuurlijk niet blij mee. Even uitkijken, want wat er staat hier in die factcheck, er staat... One reason is that there are far more vaccinated people than unvaccinated. Dat is wat ik net al zei. En dan staat eronder, unvaccinated people continue to die at a higher rate than vaccinated people. Dus het percent... Ja, maar dat is dus raar. Nee. Ja, dat is dus het verschil. Als ze zeggen, er gaan 50 ongevaccineerden dood en wel 100 gevaccineerden... Dat wil nog niet zeggen dat het vaccin niet werkt als 99% van de mensen gevaccineerd is. Ja, dat is een statistisch iets. Gewoon omdat de absolute aantallen versus rate. Rate is de ratio, zeg maar. Wat is je kans om te overlijden? Is je kans om te overlijden 1 op 1000 met als je gevaccineerd bent... En 1 op 200 als je ongevaccineerd bent. Dan is je kans hoger om te overlijden als je ongevaccineerd bent. Maar omdat er veel meer gevaccineerden zijn, is het absolute aantal hoger. Dat begrijp ik, maar... Waar het dan ook nog om gaat hier is... Ja. Dat het gaat om doden aan COVID-19. Dus niet, en dat is wat die begrafenis of die verzekeraars zeiden. Death of all causes is heel hoog opgelopen. En... ze gaan hier zeggen van ja, tegen COVID-19 ben je nog steeds beter beschermd met een vaccin dan zonder vaccin. Nee, maar goed, als het zo is dat in landen waar minder gevaccineerd is, het oversterfte lager is. Ja, maar dat is oversterfte aan andere dingen dan COVID-19. Dus je hoort bijvoorbeeld hartaanvallen, kanker enzovoort. Ja, maar al dat soort dingen. Heel veel mee, is ook belangrijk. Al dat soort dingen komt vaker voor in gebieden waar meer gevaccineerd is. Ja. Ja. En daar gaan ze uiteindelijk op stuk. Ja, waarschijnlijk veroorzaakt het dus inderdaad hartaanvallen en kanker en allemaal dat soort dingen. Waar mensen aan doodgaan. Maar die politiek die zegt gewoon van, ik kijk alleen maar of ze doodgaan aan COVID-19. Ja, maar dat klopt inderdaad. Maar bij de NOS hadden ze het over van, het klopt wel dat er veel meer mensen doodgaan. Maar het komt om mensen vallen vaker. Maar waarom vallen ze dan? Oh, omdat ze een hersenpropje hebben of zo. Ja, precies, inderdaad. Maar er was ook bijvoorbeeld zo'n politieagent, die was 33. En die was dan in de sloot gefietst. En die was dood. Maar goed, elke politieagent moet kunnen zwemmen.
En dat weet ik toevallig, omdat er iemand hier bij de zwemvereniging, die dat was een van de snelste zwemmers van Nederland. Dat was een jeugdkampioene. En die mocht niet bij de Marseillaise, want ze had geen zwemdiploma. Maar die was altijd met haar ouders meegegaan, die ook echte zwemmen, fanatieke zwemmers waren. En die is gewoon gaan zwemmen. En die is wedstrijd gaan zwemmen en die was super getalenteerd. Maar toen moest ze maar de Marseillaise. En toen vroegen ze of ze een zwemdiploma had. Ja, had ze niet. Nou, toen moest ze haar zwemdiploma gaan halen, terwijl ze een van de snelste zwemmers van Nederland was. Ja, regels zijn regels. Dus die mensen, dat is logisch. Dat zijn regels, dat snap ik allemaal wel. Maar anyway, dus al die politieagenten hebben dus een zwemdiploma. Ja, maar wie in Nederland heeft geen zwemdiploma? Dus, maar zij zwemt dan, zij fietst dan de sloot in. En zij is dood. Dus 33 was ze. Mm-hmm. En er was ook wel mooi dat het commentaar was van... ja, ze stond nog volop in het leven. 33, weet je wel. Normaal zeg je dat iemand van 83 die dan... nou, die ging nog één keer per week naar de Klaverjasclub. Nou, ze stond nog volop in het leven. Maar weet je, het wordt een beetje genormaliseerd, hè? Ja, dat mensen van 30 doodgaan, hè? Het is een beetje... Normaal ben je met 33 uitgerangeerd. Maar zij had nog best een paar jaar meegekund. Ze stond nog volop in het leven. Maar... Ja, ik bedoel, is ze nou gestorven van die sloot? Ja, theoretisch kun je verdrinken in de sloot, maar ja. Waarom? Dat is net hetzelfde verhaal als met de NOS. Ja, mensen vallen gewoon meer. Ja, terwijl vroeger, dan ben je dood. Nou ja, daarom heb je oversterfte van 16.000 man. Vroeger, ze vallen gewoon meer. Vroeger was het zo dat als je tegen een boom aanreed en je testte PCR positief daarna, dan was de doodsoorzaak was COVID-19. Maar als je nou de sloot in rijdt met een vaccin, dan... Hey, maar hetzelfde bericht stond ook nog van, ja, we weten niet waarom al die mensen meer vallen. Bananenschillen op, ja, je weet het niet. Hey, het doel is niet doodgaan. Het doel is niet doodgaan aan COVID-19. Dus op zich... Ja, precies. Een onthoofding werkt ook prima als maatregel tegen. Want 100% van de onthoofden zijn niet aan COVID-19 overleden. Dus het is een prima remedie. Die zwarte, die dan door vier politieagenten met een knie in zijn nek. Ja, niet, die broer van Pink Floyd, George. George Floyd, ja. Ja, ja. Die bleek positief te zijn, getest. Nou, ja, klopt. Ja? Ja, die is inderdaad aan COVID overleden, niet aan de knie. Ja. En de advocaat van die agent heeft daar kennelijk geen gebruik van kunnen maken. Nee? Jeez, wat een loser. Dat hij de advocaat van Ghislaine Maxwell moeten hebben. Ja, inderdaad, of mij. Ah, en ik vind het heel lullig, want omdat de New York Times heeft toen alle COVID-doden op de voorpagina gezet, alle namen daarvan, dat was de hele voorpagina. En dan heb je natuurlijk altijd zo'n wappie, die gaat al die namen uitspitten. En er was er één, die was doodgevonden in zijn auto, die was doodgeschoten. Die had allemaal kogels in zijn mik. Maar hij is natuurlijk overleden, omdat een positieve test had hij. En nou ja, als dat zo geldt, dan kun je met een knietje in de nek, moet je er dan ook weg kunnen komen. Kun je ook maar wegkomen. Ja, ik heb trouwens ook nog Rick Kleinsmit helemaal niet gevraagd hoe die dacht hoe die stond tegen het NAP wat betreft socialisten. Hè, want socialisme willen bezit afpakken, nou dan moet je tegen verdedigen. Hij zal vroeg of laat nog ook al een keer in de uitzending komen. Nee, maar dus, ik bedoel, Pinochet die had er zo'n methode voor. om ze uit helikopters te gooien. Ja, dan wil je... Ja. En dan kun je achteraf nog zeggen van, zijn er COVID overleden? Ja. Socialist zijn is niet... Toen kon dat nog, in de tijd van Pinochet kon dat nog niet, hè? Maar nu kan dat. Uit de helikopter gooien is ook een prima remedie. Beschermt je ook enorm goed tegen COVID, volgens mij. Ja, maar je krijgt natuurlijk wel nu met dit, dat je dan. Hoe duurzaam is dat, die helikopters? Ja. Want de elektrische helikopter hebben, ja. Zonder uitlaatgas meter, ja. Je kunt wel elektrisch vliegen, inderdaad. Gewoon één iemand die eruit gegooid moet worden en één iemand die gooit. Dat kan met elektrisch vliegen. Met elektrisch vliegen kun je niet veel. Je kan niet met een groot passagier
toestel vol naar over de oceaan. 20 man of zo, dat kan niet. Nee, nee, maar je kunt wel met twee van de grond komen en dan eentje halverwege eentje eruit. Dat kan. Maar over het algemeen is die misschien toch vervuilender dan uiteindelijk. Dan is een grote Chinook helikopter die er al gelijk 20... Ja, ja, ja. Ja, en het probleem is ook als zo'n iemand die uit zo'n helikopter wordt gegooid, als die dieper dan 30 centimeter de grond in gaat, dan, ja, dan krijgt hij wel een bekeuring. Kun je iemand zeggen, ga opgraven dan zonder die... Mag hem er niet uitlepelen zonder het erfgoed te belasten. Maar ik geloof dat bij ons op school, ik heb ooit op school gezeten, en er was ook zo'n gast die had een vuurwerkbom gemaakt. Er was gelukkig niet zijn handen bij kwijtgeraakt. Maar... Nou, dat gat was redelijk diep. Ik weet niet of het 30 centimeter was, maar het kwam redelijk in de buurt. Dat was een flinke knal. Dus dan had hij ook nog die wet kunnen overtreden. Als je zijn hand wat terugvinden, bedoel je? Nee, gewoon 30 centimeter de grond in. Dat, Maar laten we even naar het volgende bericht gaan. Dat is ook weer een COVID berichtje. Want als je in België, sorry, in een andere buurland... Duitsland. Euthanasie wil plegen, dan moet je eerst een COVID-test doen. Nee, je moet ingeënt zijn tegen COVID. Dus dat is ook heel raar. Ingeënt, sorry. Je moet dus beschermd zijn tegen COVID, zodat je je dood kunnen maken met iets anders. Ja, of te zeggen dat zo'n COVID-vaccin beter werkt dan Cyankali inspuiten. Bespaart ons werk. Probeer eens dit. Gratis. Neem vooral die booster erbij. Als je nog niet dood bent, dan gaan we weer. Maar ik denk trouwens dat dat plan van die oversterfte, dat zit niet alleen maar in dat vaccin. Het is natuurlijk niet zo dat simpel dat vaccin niet nemen, dat je dan niet in het oversterfplan van de elite meekomt. Dus je wordt op meerdere manieren kassiweile gemaakt. Dus echt niet alleen maar een prikje. Maar hoe kun je daar aan komen? Oké, een prikje kun je misschien nog weigeren. Maar hoe kun je... Je kan in Nederland, je kan bijna nergens... Ik denk daarom staan die mensen die hun eigen voedsel verbouwen. En die misschien hun eigen oerzaadjes nog hebben. Daarom staan die ook op die terroristische lijst. Ik denk dat het heel veel aannemelijker is dat, dat we worden beïnvloed met wat we eten. Nou, kijk, je bent wat je eet, dat is niet een fabeltje. Je bent daadwerkelijk wat je eet. En als je kijkt naar alle... als er dus zeg maar oversterfte is, natuurlijk zijn ook veel mensen zijn veel te dik en er is overgewicht. Dat is ook een kwestie van eten. Maar ook mensen zijn gedweeër. Ja, dat is zeg maar dat onderzoek naar, ook naar testosteronlevels, dat is daadwerkelijk dat bestaat. Er zijn met echt wetenschappelijk vergelijkende onderzoeken geweest waarbij oude mensen uit een vorige generatie zeg maar in een oude dag meer testosteron hadden dan jonge mensen. Op de piek van hun 19-jarige mannen hebben hun piek met hun level. En dat lag lager dan wat sommige bejaarde mensen uit een voorgaande tijdperk hadden. En ik denk dat stuk waarbij je bent wat je eet. Als je bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat, er is heel veel geconstrueerd voedsel. En ook heel veel voedsel wat zeg maar nog wel zijn eigen ingrediënt is. Zoals een stuk groente of een lap vlees. Dat is ook heel erg. Daar zit veel meer achter dan alleen maar dat product. Heel veel van die plantaardige producten zijn al op een of andere manier gemodificeerd. Maar die oude mensen eten toch hetzelfde vlees uit dezelfde supermarkt dan de jonge mensen. Volgens mij is er iets anders aan de hand hoor. Het is wel zorgwekkend dat ook de sperm count die loopt enorm terug van mannen. Testosteron levels, er worden gewoon mannelijkheid verdwijnt blijkbaar. Ja. En... maar sommige van die tests, van die vergelijkingen, dat gaat om mensen die leven nu niet meer. Dat gaat gewoon om testdata die al vast liggen. Dat onderzoek, dat loopt al heel lang. Er wordt al heel lang onderzoek naar gedaan. En ze hebben gewoon van die cijfers mee dat kunnen vergelijken. Dus dat is niet noodzakelijkerwijs alleen maar oude mensen die nu nog leven. Maar dat zijn ook oudere mensen die in het verleden hebben geleefd. Of mensen die toen jonger waren en die nu ouder zijn. En al die vergelijkingen, die geven allemaal datzelfde beeld. En ik denk... Ja, want ik ben het ook wel eens. Ik weet ook niet wat de invloed is van op welk moment
in je leven, je zeg maar, wordt aan wordt blootgesteld, is het effect groter dat je op het moment dat je in de baarmoeder zit, dat je al daaraan wordt blootgesteld en je wordt geboren en je groeit op. Maakt het verschil uit dat je eraan wordt blootgesteld vanaf je 40ste? Is dat hetzelfde? Dat zou ik allemaal niet durven te beweren. Maar ik durf wel te beweren dat je zou kunnen kijken naar je bent wat je eet. En dat wat je bent wat je eet, dat dat wel degelijk een rol speelt. In bijvoorbeeld gaan er veel te veel mensen dood. Of gaan er dan meer dan verwacht. Of zijn bepaalde lichamelijke functies uit balans. Of te veel scheef getrokken. Dan zou ik in instantie toch daarnaar kijken van wat je kan ook externe blootstelling aan bepaalde zaken zou je naar kunnen kijken. Maar ik zou voornamelijk kijken naar wat je in je mond stopt. Het kan ook accumulatief zijn dat, dat als je over je hele leven, jonge jaren zijn natuurlijk heel erg invloedrijk. Dus wat je dan eet maakt misschien heel veel uit voor later leven. Mm-hmm. Dus, maar het lijkt wel of de hele maatschappij ook, je ziet het dan aan alles eigenlijk, hè, van die hele gender confusion, dat testosterongehalte loopt inderdaad terug. Het lijkt wel een soort ziektes waar de hele maatschappij doorheen gaat ook. Dat zou dan niks met eten te maken hebben, maar het is wel zo van, hard times result in strong men. En strong men result in good times. En good times create weak men. Of zoiets. Het lijkt wel of we in zo'n soort cyclus terecht zitten. Dat er gewoon allemaal poesies worden opgevoed. En laatst bijvoorbeeld las ik van een moeder. Die had haar kind een half mijl naar school laten lopen. En die was in de gevangenis gegooid daarvoor. Dat in Amerika. En dacht ik wel, ik ging vroeger gewoon altijd, liep ik alleen naar school toe. Maar nu is dat kennelijk ontzettend gevaarlijk, wordt dat gezien als een soort halsmisdaad. Maar als je kinderen zo beschermd gaat opvoeden en safe space en hier heb je een knuffelruimte als er iemand wat negatiefs gezegd heeft, dan kan je hier een knuffeldier knuffelen of zo. Dan creëer je natuurlijk ook mensen die heel anders chemisch opgebouwd zijn, denk ik. Ja. Nou, ik geloof wel dat in Duitsland het aantal geboortes met 20% gedaald. Maar dat kan ook door die prikjes komen natuurlijk. Ja, als je niet meer ongesteld wordt en zo en je sperma loopt terug, dat schijnt ook nog zo te zijn. Het kan ook zijn dat mensen natuurlijk een negatieve verwachting hebben. En een economie die heel, heel slecht eruit ziet, dan nemen mensen ook geen kinderen. Ja. Ja. Maar, dit was inderdaad het bericht waar we het nu over hadden, inderdaad. De euthanasievereniging, daar nemen we even afscheid van. Ja, okay. Die mensen die leven dan allemaal nog wel. Die willen euthanasie plegen, maar dan mogen ze niet, want ze hebben geen prikje. Nou, ze vinden het belangrijk dat ze die mogelijkheid hebben om het te kunnen doen later, hè. Ja, kijk, als jij euthanasie wil plegen, dan snap ik niet dat je het prikje niet neemt, want dat maakt je dan ook geen reet uit. Ja. Neem dan maar gentherapie, wat maakt jou dat uit? Je wil dan... zeggen dat als je een euthanasievereniging runt, dat je het gewoon op dat moment ook wilt doen. Hè? Het is voor hun meer de optie van later, als ik oud ben, wil ik... Zeggen, als wij jou om zeep gaan helpen, dan moeten we dichtbij in de buurt komen. En dan moeten wij voldoen aan de closeness-regels. En dan moet je ingeënt zijn. Ik kan een beetje zo'n LP-discussie. Ik kan me zo inbeelden bij zo'n vereniging, weet je wel. Maar volgens mij vind ik dat nog wel het minst erge. Want kijk, als jij het leven lief hebt. En je mag niet meer reizen, je mag niet meer werken, je mag niet meer naar de bioscoop, je mag niet meer sporten, je mag elkaar maar kut. Dan is het wel triest dat jij, zeker als jij een jaar of 16 bent, en je hebt zo'n prik en je hebt kans op meer kredietes en weet ik wat, dat is allemaal terug. Maar als jij het einde aan je leven wil maken, je krijgt dan meer kredietes, dan is het niet zo erg, want dan kom je daar en dan maken ze je koud. Ja, je kunt gewoon die prik nemen vlak voordat je eraan toe bent. Ja,
Ja, het kan nog zijn dat je onderweg naar het euthanasiecentrum nog eens overlijdt. Ook dat gevolg van prikjes. Ik zag, trouwens, ik heb hier, hiernaast heb ik zo'n... ik dacht, het was een teststraat, hè? Maar het is nu een teststraat, vaccinatiestraat. Het is een combi. En wat ik vond het wel grappig, want ik zag daar een ambulance gillend wegrijden. En ik dacht, nou ja, teststraat, dat is niet logisch. Maar het is nu ook... dus als ik maar denk, als ik zeg van nou, ik ben geen wappie meer hoor. Dan kan ik zo 50 meter lopen en dan kan ik hem op en heen rammen gewoon. Hoppakee. Maar ja, ik vond het wel leuk gewoon. De ambulances rijden gillend weg hier om de hoek. Bij de vaccinatiestraat. Hoe vaak? Nou ja, ik weet het niet. Nou, ik hoor ze. Het gekke was, ik had iemand op bezoek. En die kwam uit Dokkum. En die woonde, op een gegeven moment wen je aan een geluid, hè? Je hoort de hele tijd die ambulances. En dan, nee, maar dan op een gegeven moment dan is het net iets als vogels die fluiten, weet je wel. Je denkt niet meer over na. En er was een saxofonist en die zei van, wat een ambulance zo mooi hier, jongen. Echt, die was hier 2 uurtjes om wat partijen in te spelen. En die zei, nou, wat een gekke huis hier, jongen. De hele tijd die ambulances. En ik was het al niet eens meer. Het kwam niet eens welke ambulance, binnen, joh. Zeg jij. Ja. Je hebt een geluidspsychose, jongen. Nee, maar ik was er al zo aan gewend, joh. Dus Oké, hij was zelf geen wappie. En weet je wat hij zei? En dat komt waarschijnlijk uit de mainstream media, want die vertellen altijd wat je moet geloven. En dat is ook leuk dat ik zo'n laarzenlikker dan ontmoet. Want dan weet ik ook van... Wat zij denken. Dat er echt steekt. En die zei van... Ja, mensen bellen tegenwoordig gewoon zomaar om elk wisverwasje een ambulance. En daarom rijden er veel meer ambulances. Want vroeger als je jeuk aan je teen had... Nou, dan krapte je gewoon even aan je teen. Maar nu... Dan bel je de ambulance en daardoor waren er meer ambulances. Maar dan weet ik ook wat er in de mainstream media wordt gezegd. Hè? Dat is leuk. Had ik laatst ook van iemand. Dat begon ik over Robert Malone. Oh ja, maar die heeft een conflict. Die is een disgruntled employee. Is dat, en dan hoor je gewoon dat bij alle verhalen zit er ze zijn ingeënt mentaal. Hè? Ze zijn ideologisch ze ingeënt. Dat als jij begint over van, ja, maar er zijn heel veel bloedklonten en zo, dan hebben ze daar ook een antwoord op wat over het algemeen heel erg ongecontroleerd is en heel makkelijk. Maar die hebben ze standaard paraat. Ja, hebben ze standaard paraat, ja, inderdaad. Er komt gewoon zo, boom, hup, immuunsysteem komt gelijk met... En weet je wat het is, Peter? Want ik heb dat dus ook een paar keer meegemaakt. Jij bent daar niet eens op voorbereid. Je had het niet eens kunnen. Je had het niet eens kunnen verzinnen. Nee. En wat dan zeggen ze gewoon: ja, ik volg de wetenschap. Wetenschap. Je volgt je tv, werd altijd gezegd. Je volgt je wetenschap helemaal, je volgt je tv. Hey, precies. Maar ik bedoel. Maar maar dat is ook van. Als je dan zegt van, ja, waar is de griep dan gebleven? Waarom is er 2 jaar geen griep? Dan hebben ze daar ook een antwoord. Dat hebben ze geleerd van de tv, wat je dan moet zeggen. Weet je wel, van, nou, als je een complotdenker tegenkomt en die zegt van waar is de griep gebleven? Nou, dan moet je dat zeggen. Ja. Dan moet je dat zeggen. Ja. Ja. Ja, maar dat is echt waar. Ja. Ze zijn echt ingeënt, maar op alle vlakken. Ze zijn gewoon ideologisch zijn ze ook ingeënt. Dat ze weten van als je daar tegenaan loopt. Die verhalen, daar is het hele academische complex voor nodig. Om dat soort dingen te verzinnen. En daarom zie je ook wel, we hebben natuurlijk een hele tijd zo'n rubriek gehad van die berichtjes van... je bed opschudden leidt tot hartaanvallen en zo. En je neus snuiten leidt tot hartaanvallen. Of klimaatverandering leidt tot hartaanvallen. En dan, als jij dus zegt van je zijn veel meer hartaanvallen. Tadaa! Dat komt door mensen die hun bed opschudden bij klimaatverandering. Nou, ik merkte dat het eerste voor Zweden. Ik zeg van nou, en hoe zit het dan met Zweden? Daar houdt gaat het leven gewoon door. En dan zeggen ze van, nou, in Zweden gaat het economisch ook heel slecht. Want omdat zij zich niet aan de regels houden, wil niemand meer iets met ze te maken hebben. En daar is het ook heel erg nu in Zweden daardoor. Ja, maar zo kan je ook zeggen dat Brexit slecht uitwerkt, omdat de EU ze in de ban doet. Ik had ook van, maar in Zweden dan houden ze waarschijnlijk niet van oude mensen, want die gaan daar allemaal dood. Die laten ze dan gewoon met of ze dood gaan. En toen zei ik ook, toen reageerde ik eronder, want ik had het even opgezocht.
De gemiddelde levensverwachting in Zweden was ver boven de 80. Maar de beste levensverwachting van heel fucking Europa, weet je wel. De meeste mensen die dan aan COVID dan doodgingen. Nou, dus dan als je die tester gelooft, die was dan 88 of zo. Echt een bizar hoge leeftijd. En toen reageerde die gast van... Oh, dus jij vindt dat als iemand 88 is, dat hij dan maar gewoon maar dood mag gaan van jou. Weet je? Nou, dat hebben ze dan ook geleerd. Hè? Ja. Want dan moet je zo, als zo'n wappie dat zegt, moet je hem zo aanpakken. Ja, al die academici die dienen daarvoor, die zitten gewoon de hele dag volgens mij van dit soort counter-strategies te bedenken. En die kan je dan lezen in de NRC of zo. Ja, precies. En wat mij ook opgevallen is al eerder, is dat ook mensen die een beetje naar de dementie neigen, daar waarvan je denkt, ik had dat bij mijn ouders, dan kunnen ze niks meer onthouden, maar dat onthouden ze nog. En dan merk je dus dat wat ze terug moeten zeggen tegen je. Ja. En kennelijk wordt dat op een heel laag... Nou, jij bent geen dokter. Jij bent geen dokter, zegt Waar is jouw laboratorium? Jij bent een Facebook-dokter, ben jij. Ja. Het rare is dat kennelijk spreekt dat aan op een heel laag niveau of zo. Dat kun je kennelijk bij de kleine hersenen injecteren. En dan ook... Dat zit bij Foxy Foxtrot met de elastieke benen. Nummer dat nooit op de radio gedraaid wordt, maar iedereen kent dat nummer. Ja, maar ik had laatst die oma van die kinderen op bezoek en er stond voetbal aan. Nou, het is echt heel erg hoor, echt heel erg met die contractarbeid. Dus echt heel erg. Mm. En ik zei leg eens uit, waarom is het erg? Hele slechte werkomstandigheden. Oh. Ik zei maar wat waren de alternatieven dan? Ja, als ze thuis waren gebleven in hun eigen land, waren ze dood gegaan. Ook zij, nu hebben ze een tweede optie. Dus ze hebben dus gewoon nog een optie erbij. Mm. Want ze kunnen ook daar gaan werken. Ja, zo kun je het ook bekijken. Nou ja, ik zei, wat had jij anders gedaan? Wat hadden wij in Nederland? Gaan wij die mensen die er anders dood waren gegaan in hun eigen land, hadden wij die een alternatief geboden? De Qatar doet dat nu wel. Wat doen wij dan? Net zoals bij de industriële revolutie. Er wordt ook altijd van gezegd. Ja, die mensen hadden zulke vreselijke werkomstandigheden. Maar de vraag is natuurlijk. Als zij vrijwillig naar die fabriek gaan. Dan zien zij dat kennelijk als betere werkomstandigheden. Dan landarbeider. Wat kennelijk nog veel erger was. In de enorme hitte buiten moest staan te ploeteren. En want anders doen ze niet. Of de Chinezen die in Shenzhen gaan werken. Vreselijke arbeidsomstandigheden, een vangnet om niet dood te vallen. Ja, maar kennelijk is het lot... Is het wel een beetje dwangarbeid, hoor. Daar word je tot toe veroordeeld. Maar word je naar zo'n Foxconn fabriek gestuurd? Ja, het is je weet hoe China is, hè? Ja, ik weet de details hier niet van, hoor. Als dat zo is, dan is het natuurlijk helemaal fout. Maar ik weet zeker dat... Dat die mensen naar die fabrieken in Engeland, die gingen vrijwillig naar zijn fabriek toe. Omdat het vergelijken met de communisten. Het platteland in China is natuurlijk ook heel erg beroerd. Daar heb je ook met vier boertjes creëer je voedsel voor vijf mensen. Sta je met je poten in de natte rijst en zo. Dus ik kan me voorstellen... Nou ja, dat klopt met die industriële revolutie. Dat was bijvoorbeeld met die textielindustrie. Dat werd zelfs op de NPO was dat. Dat was de IJzer Eeuw, heel leuk programma. Die had ook de Gouden Eeuw, was ook heel leuk. En daar werd gewoon gezegd van... er was heel veel huisnijverheid. Maar die lui die moesten gewoon 14 tot 16 uur werken... Om net genoeg te kunnen verdienen. En dan was alleen maar slapen werken... En met die fabrieken konden ze korter werken voor meer geld dan dat ze thuis hadden gedaan. Ja. Dus voor hun was het niet slechter. Alleen op een gegeven moment was het natuurlijk zo... De fabrieken werden heel veel voor hun geregeld, hè? Er kregen zeg maar gezondheidszorg voor die tijd. Dat is niet te vergelijken met wat we nu hebben. Huisvesting waarschijnlijk. Daar had je een dokter, een privé dokter, die dan de fabriekarbeiders onderhield en noem maar op...
Hij had wel wat dingetjes met kinderarbeid. Dat ze dan bijvoorbeeld, die kinderen waren goedkoper. En dan kon de vader kon dan niet, eigenlijk niet meer werken. Ja, die had dan thuis nog zijn thuissnuiver uit kunnen doen natuurlijk dan. Als dat nog concurrerend was. Maar ik bedoel, ja, daar moet je heel erg mee uitkijken. Want ook, ja, je kan zeggen, China is een communistisch land. En dat is het wel. De communistische partij heet het in ieder geval. Maar er is natuurlijk wel een enorme slag gemaakt. Er is iets gebeurd in China waardoor ze nou alles produceren in de wereld. En dat is niet dat ze nog betere communisme hebben doorgevoerd. Dat is omdat ze de teugels lieten varen en vrije handelsgebieden. Ja, ik ben het hier wel mee eens. Ze hebben, kijk, het is een communistische partij. Die heeft kapitalisme als een tool gebruikt voor hun... voor een eigen gewin. Ze hebben dus kapitalisme ingevoerd gedeeltelijk. Anders was het er niet. Dat kan je vergelijken met de slavenarbeid in het zuiden van Amerika. Dat is een betere vergelijking. Nee, maar het zuiden van Amerika bleef arm, ondanks slaven. Dankzij slaven. Dat is eigenlijk een communistische samenleving. Ja, maar China is heel rijk geworden door een enorme... Nee, de communistische partij is heel erg. Ja, maar er zijn ook een heleboel mensen natuurlijk enorm... Ja, dat ook. Maar die worden volgens achterna gezeten en helemaal uitgeranseld om dat geld de partijkast in te laten komen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat nou weer van de laatste jaren is met die Xi, dat die dat terug gaat draaien. En ik durf te wedden dat nou hij gaat weer steeds meer centrale planning invoeren... dat die economie ook weer in elkaar dondert dan. Maar het hele resultaat van die bloei van die Chinese economie... was het resultaat van de vrijheid van Deng Xiaoping eigenlijk. De toegenomen vrijheid. En naarmate je dat weer terugschroeft... ja, dan raak je ook weer je welvaart kwijt. Dus ik denk, ik denk dat de reden dat al die mensen naar Shenzhen zijn gegaan... niet is omdat de partij ze dat opdroeg... maar gewoon omdat daar toch betere kansen voor ze lagen dan op het platteland. En dat zie je natuurlijk overal op de wereld haasten... dat mensen naar de stad toe trekken en van het platteland weggaan. Want het platteland is gewoon, als jij in de Filipijnen op een kneuterboertje bent, dan heb je het echt heel zwaar. Dat is niet te vergelijken met hier een boer in Nederland bijvoorbeeld, die gewoon zijn eigen land mag bezitten en gewoon fijn mag verbouwen zijn voedsel en zijn veestapel mag uitbreiden. Peter, ik wil wel even bijzeggen, die vrijheid, of het kapitalisme van China, is dat 51% van de aandeelhouders van ieder bedrijf, zeg maar, wat in China iets doet, hebben ze een structuur dat 51% is altijd de communistische partij. Die 51% is Chinees, geloof ik. Hè? Het is voor buitenlandse bedrijven is het. Je mag... Er moet altijd wel... Ja, Chinees, maar er moet altijd iemand van de communistische partij zijn. Die aandelen koopt. Feitelijk is het wel Weet ik niet. Maar het is natuurlijk een vergelijking. Als je dat kijkt met hoe het met Mao was. En de grote sprong voorwaarts. En hoe het in de Sovjet-Unie was. Ja, het is beter dan dat Mao. Dat was natuurlijk bagger erg. En het heeft een enorme sprong vooruit gemaakt. In vrijheid en in welvaart. En in industriële ontwikkeling. En dat ze nou weer teruggaan. En ik durf nog niet eens. Als ik zou moeten gokken. Dat dit definitief afgelopen is met China. En dat ze nou weer teruggaan naar communistische centrale planeconomie. En dat er nooit meer... Dan zou ik die gok niet durven nemen. Ik denk nog steeds dat er iets gebeurt. Waardoor het weer opdraait. Dit is een neerwaartse beweging in een opwaartse trend. Volgens mij komt er een soort revolutie. Of die Xi krijgt een keer een ongelukje. Of ik weet niet wat hoe dat gaat gebeuren. Ik weet niet. Dat het afgelopen is? Kijk, je had in Rusland had je ook zoiets dat ze in één keer vrijheid hadden en zo. Ja, nou je hebt in China... Toen kwam Poetin aan de macht en die had zoiets van... Ja, wacht eens, hebben we iets te veel vrijheid wat het volk gegund is. We gaan even weer wat afkappen. Ja, maar je weet met markten, dat gaat ook nooit in een rechte lijn omhoog. Of in een rechte lijn omlaag. Er zitten altijd oplevingen in. Net zoals je in het... Je kan zeggen Amerika, kan je zeggen, is een neergaande trend... met Reagan als een soort opleving. Van dat er even weer een soort terugkomst was... En dat het weer verder crasht nou naar de hele woke shit toe. Ik zou zeggen, bij Carter was in één keer heel veel vrijheid. En toen was onder Reagan, die was in de mond heel veel vrijheid. Maar in de, in de daden was weer heel veel teruggeschroefd. Ja, nou ja, onder wie dat precies zit, dan wil ik even van af zijn. Maar ik bedoel, het is niet veel meer versplintering, denk ik.
Je hebt in Amerika nu veel meer versplintering. Ja, of je in Texas woont of in Californië, dat is nogal, maakt nogal verschil. Ja. Maar ik denk dat als je naar de meerderheid kijkt, naar de federal toestand, ja, je hebt een paar enclaves, een dorpje in Gallië genaamd Florida, daar houden ze het, in Texas houden ze het vol. Maar over het algemeen is er een dalende trend. En ik denk dat het Romeinse Rijk ook zo was, het begon met heel vrij en dan krijg je een soort welvaart en een empire en dan begint het te dalen. En Spanje ook, je had natuurlijk de school van Salamanca, dat was een soort libertarische school. En daar krijg je dan een enorme welvaart uit in Spanje, daar bouwen ze een empire op en dan begint het af te kalven. En dat gaat niet in één streep naar beneden, maar af en toe heb je weer wat hoop, zeg maar. Want anders loopt ook iedereen weg die weg kan komen. Je krijgt weer wat hoop er is een politicus en die gaat het veranderen. Net zoals Elon Musk of zo. Oké, die gaat Twitter rechtzetten, er is weer hoop. Er komt nog weer vrijheid terug op het internet. En dan komt daarna nog weer een golf van zwaardere repressie als het in zo'n neergaande trend zit. Die trend die duurt heel lang. De Spaanse overheid die is 13 keer failliet gegaan naar het hoogtepunt. En nu is het natuurlijk nog steeds, kan het zo weer failliet gaan. En dan vliegen nog steeds stukken af in Catalonië en het Baskenland. En het Britse empire denk ik ook. Schotland gaat ook nog een keer weg. Ik denk dat die trends veel langer zijn. En één Weermarkt zijn altijd heel lang. En die Ray Dalio bijvoorbeeld, die is nog een beetje positief over China. Maar die heeft een aantal van die empires naast elkaar gelegd. En probeert daar dan een beetje een algemeen nummer aan te geven. En die zegt, ja, Amerika is daar nog gewoon aan het dalen. Ze drukken geld en ze importeren alles. En dat is gewoon een slecht punt om op te zitten. En de Chinezen die produceren alles. En dat wil niet zeggen dat China nou geweldig is. Ik zou er ook niet willen zitten. Maar ik denk dat als je een gok moet maken over 50 jaar of zo. Dan denk ik dat ik liever over 50 jaar gok op China dan op Amerika bijvoorbeeld. Maar het is moeilijk te zeggen hoor. Ook het Romeinse Rijk, als je kijkt van... je kan zeggen toen Caesar de macht greep, toen was in feite het parlement uitgeschakeld en de republiek ten einde en was een keizerrijk geworden. En dan zie je dat de denarius pas in elkaar flikkert tussen het jaar 300 en 400. Dus daarvoor zit nog een enorme tijd tussen. En ik denk dat het vandaag de dag wel sneller gaat. En ik zie ook niet in wat er nou in China moet gebeuren, hoe dat nou zich gaat voltrekken. Maar ik vind het reuze interessant, want ik denk dat de Chinezen, die moeten ons laten zien hoe je onder zo'n enorme controlemaatschappij uitkomt. Hoe je die verslaat. Met allemaal camera's en social credit systems. Want eigenlijk lijkt dit bijna onverslaanbaar, zo'n systeem. Ze kunnen gewoon je auto uitzetten en ze kunnen je pas zwart rood maken en dan kan je gewoon niet meer reizen enzovoort. Ja, maar kijk, Peter, je moet niet vergeten, je vergelijkt nog staten met staten. Het Romeinse Rijk was helemaal niet libertarisch, was helemaal niet vrij. Nou, ik denk bijna iedereen was slaaf in het Romeinse Rijk. Ik denk dat... En die hadden hun hoogtepunt inderdaad in de vierde eeuw. Eigenlijk de 300 met Constantijn was het eigenlijk afgelopen. Maar ik denk voorafgaand eraan wel. Ik denk dat het Romeinse Rijk groot geworden is, of de basis gelegd is voor de grootsheid veel eerder. Net zoals de school van Salamanca veel eerder was dan het Spaanse keizerrijk. Ja. Dus... Maar ze teren uiteindelijk op die vrijheid en daar teren ze heel lang op. Precies, Nederland ook. Nederland 1600. De laatste 10 jaar van de 16e eeuw, toen Nederland net onafhankelijk werd, toen was alles vrij, weet je wel. Je had vrije kopieën, je had vrije wisselhandel van geldwisselhandel. Je had nog geen centrale bank, dat kwam pas na 1600. En toen was Nederland vrij en toen genereerden ze de meeste eeuw, welvaart. Toen kwam de Gouden Eeuw eigenlijk, ja. En die Gouden Eeuw was eigenlijk het teren op de rijkdom van wat daarvoor allemaal gebeurde. Eigenlijk was, de kredietwaardigheid van dat eerste begin, die wordt opgesoupeerd in dat tweede stukje. Ja. En in die zin kan je zeggen dat inderdaad China heeft heel kort even wat vrijheid geruikt. En daar gaan ze dan tientallen jaren op. Maar ik denk dat die mensen die aan vrijheid geroken hebben, dat die dat niet op gaan geven. En ik weet niet hoe ze dat terugkrijgen, maar...
Ja. Er gaat een opstand komen, die worden heel erg onder druk. Ja, maar ik denk er gewoon een echte opstand, een revolutie. Ik zie dat niet lukken. Maar wat je net vertelde, is eigenlijk van de staat, die heeft eraan geroken, die gaat dat allemaal opronden. Nee, En met heel veel geweld gaan ze de rest dan onder druk. Ja, de staat gaat het opgebruiken, maar dat is in al die gevallen. En Rome werd gewoon heel machtig tot 300. Toen was het trucje afgelopen. Want toen hebben ze eigenlijk het laatste grote bouwwerk ook gebouwd. En daarna zie je eigenlijk alleen maar een afbrokkeling van Rome. En dan kan het heel hard gaan. Want Rome had op een gegeven moment 1 miljoen mensen. En binnen 30 of 40 jaar waren het de 10.000 of 20.000 of zo. Nou, dat was in de 50 jaar. Dat is wel een heel snelle aftakeling natuurlijk. Maar ik denk, ik weet dus niet. Het kan inderdaad zo zijn dat China nou, dat dit hun vrije moment geweest is. Dit was het allemaal. En nu gaan ze daar weer op de kredietwaardigheid gaan ze het afstorten. Maar je krijgt een hele grote piek. En dan ik denk dat die controlestaat gaat dan nog wel even erger worden. En het onderdrukken van kijken hoe ver ze bevolking kunnen onderdrukken. En dat kan nog wel even een tiental jaar duren. Dat wil ik ook niet. Ik weet niet of het nou hoe vandaag de dag, hoe snel dat gaat, of het tientallen jaren is. Maar ik heb het idee dat omdat ze ook zo'n ontzettende ellende met Mao achter de rug hebben, denk ik niet dat ze weer heel snel. Natuurlijk, deze piek van vrijheid en welvaart, die wordt nou even gebruikt door de overheid om een klap naar beneden te geven. Maar ik denk dat er daarna toch nog weer een golf omhoog komt. Maar dat dit het kan ook natuurlijk in de top zelf, hè? Ja. Kijk, als er in de top zelf iets is van nu is het momentum om die vent uit de weg te rijden. Xi eruit te gooien en misschien ook de sympathie te krijgen. Ja, maar die gaat spierballen tonen, weet je wel. Ja, kijk, het kan inderdaad zijn als hij niet genoeg spierballen heeft dat hij eruit gewipt wordt. Ik bedoel, er zijn een heleboel... Maar ja, er komt weer een andere dictator voor in de plaats. Er zijn een heleboel rijke middenklassen. Ja, maar die dictator kan ook wel meer vrijheid geven. Juist omdat ze denken van er is een soort wave aan de gang in de bevolking. En dat gaat dan ook wel misschien wel verder. Kijk, wat mensen die nog in die partij zitten, die hebben natuurlijk, als ze lager in de partij zitten, kunnen ze ook nog last hebben van het feit dat het steeds dictatorialer wordt. Maar jongens, hoeveel van ons zijn hier China-expert? Dit is gewoon een filosofie. Ja, het is gewoon een algemeen principe. Je kan het bij alle geschiedenisboeken kan je het lezen. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben aan de vrijheid geroken. Al die lagere apparatie, die hebben ook allemaal businessmen die ze geld toeschuiven. Maar goed, in de top kan ook men denken niet zozeer, maar puur vanuit een egoïstisch idee. Dat je zegt van ik wil die topman eruit wippen. En ik wil een klein beetje sympathie krijgen van de mensen die nu een oproer zijn. Dan zou dat een positief effect kunnen hebben tijdelijk. Of is dat helemaal gestoord wat ik nu zeg? Ik heb wel gelezen van China experts dat er inderdaad nu, omdat Xi Jinping die heeft zich weer uitgeroepen tot de leider voor de komende tijd, zeg maar. Ja, leider voor het leven, zoiets. Zo een van de titel. Ja, maar dat is dus al niet in het belang van mensen die nu nog een keer vurig willen worden, bijvoorbeeld. Ja, je krijgt dan krijgt inderdaad wel testosteron matches, zeg maar. Binnen de partij en de China-experts zeiden, je moet nu wel even testosteron-matches verwachten, weet je wel. Dus dit gaat uitgedaagd worden, zoiets, weet je wel. Ik heb geen idee van hoe dit gaat gebeuren, want het is een heel nieuw level van controle. Maar als je kijkt wat er bijvoorbeeld bij de Sovjet-Unie gebeurde, zit daar een beetje een audioboek daarover te lezen. Dat er inderdaad, die was gewoon nergens veilig. Hij ging zijn hele eigen legertop heeft hij uitgeroeid. Want die wantrouwde die, dan ging hij weer allerlei joden uitroeien. Maar ook als je ergens gewoon fysicus was op een universiteit, en denk je, ik zit gewoon wel fysicus bezig te houden. Dan kon opeens een heel instituut allemaal gearresteerd worden en vermoord, omdat ze een pamflet besproken hadden, waarin Stalin met Hitler en weet ik veel wie vergeleken werd. Dus ik denk dat na zo'n lange tijd dat toch Stalin is die uiteindelijk geruimd, en er is uiteindelijk zelfs gezegd van het was een slechte vent.
Dus en Mao zijn ze daar... Ja, ik geloof, ze wouden de dokter niet bellen, toch? Want ja, uiteindelijk wou iedereen wou Stalin weg hebben. Ook de mensen om Stalin heen wouden Stalin weg hebben. Niemand voelde zich veilig meer. Maar toen op een gegeven moment ze dachten hij ligt op sterven, wouden ze gingen ze de dokter niet bellen. Drie dagen dichtgelaten, geloof ik, zo, toch? Het punt was, hij is ook doodgegaan, omdat hij daarvoor met een dokterscomplot had vreesde en dan heeft hij alle dokters in de omgeving geraakt. Ja, het was echt een heel gevaarlijk figuur. En dat was met Mao natuurlijk ook zo. En ja, ik vraag me af of dat soort landen... Of eigenlijk in aandelenmarkten is het van... Ze gaan een stuk omhoog, dan gaan ze weer een stuk terug... en dan gaan ze weer verder omhoog. Een volgende wave is het. En ik heb het idee dat sommigen zitten in een beermarkt... en die gaan omlaag en die gaan dus af en toe weer een beetje omhoog... maar dan gaan ze daarna weer verder omlaag. Maar ja, volgend bericht trouwens was Hunter Biden, even kijken hoor. Media's Hunter Biden collusion. Twitter file, oh ja, het gaat over de Twitter file dump. Twitter file dump has them on defense and attacking de messenger. Ja, dus ze gaan daar ze gaan Musk aanvallen en Mattabibi, die journalist die hij daarvoor gevraagd had om naar buiten te brengen. En wat er eigenlijk in die Twitter-files naar buiten kwam, is dat er gewoon overleg plaatsvond met de Biden-team. Van, er zaten gewoon mensen binnen Twitter die zeggen, ja, ik heb even gewoon overleg met de Biden-team en dit moeten we niet naar buiten brengen. En dat geeft u wel aan hoe erg dat verweven zat. En waarschijnlijk nog steeds zit bij allerlei Facebook, want die hebben natuurlijk ook gewoon een FBI-figuur in de afdeling zitten. Maar hoezeer dat gerund wordt door democraten, die dat gewoon besluiten van dit krijg je wel te zien, dit niet, dit wordt gefilterd, enzovoort. Het is wel spannend wat er gaat gebeuren. Wordt Musk nou gekruisigd? Het lijkt bijna onmogelijke taak om dit recht te buigen. Hij had zoiets van, ik kan geabstined worden. Hij zei in ieder geval als ik... Maar er zitten aan Musk er zitten te veel bedrijfsbelangen aan. Want dan zitten ze gelijk met een SpaceX, met een Tesla, met... In ieder geval hij zei zelf van, ik ga geen zelfmoord plegen. Ja, dat... Ja, dat zei John McAfee ook. Ja, precies. Dat is een slecht teken. Dat is altijd het probleem als je... zelfmoord wordt, dat je daar helemaal niks over te zeggen hebt. Ja. Daar zat hij ook op te hinten, dat was de vraag. En daar zei hij op van, ik ben zelf niet van plan om zelfmoord te plegen. Zoiets was omdat hij niet gevaccineerd is, mag het gewoon niet. Nee. Zo, er wordt herrie gemaakt. Ja, iemand is er niet, ergens niet mee eens. Ja. De jonge libertariërs. Ja, die moet nou gedwongen gaan slapen. En daar is het niet mee eens. Stimuleer je dat niet? Dat klopt. Slapen worden, maar... Nou, de Twitterdump. Weinig. Doe maar de Twitterdump. Ja, de Twitterdump was gewoon de link. Ja, het is een link waar een beetje hetzelfde... waar het hele verhaal in uitgelegd wordt. Dus van die... ik ben trouwens... Volgens mij was ik volger van hem. Ik ken hem. Nou, dan krijgen we het laatste bericht. En er was maar één politicus, een democraat, die had gezegd van, hey, heeft dit geen Second Amendment, of First Amendment annotations? En dat de feit is dat natuurlijk niet zo, want dat geldt alleen voor de overheid, dat die niet meer censureren. Maar hier zie je dus dat de Biden-team, dus eigenlijk gewoon, en bij Facebook zag je dat ook al, dat de FBI op bezoek komt, dat eigenlijk gewoon de overheid die dit soort dingen zit te bestieren. En dat was al eerder duidelijk, want tijdens de Obama president die zei, die zaak hier ook van, was het nou bij Obama of was het? Nou, die Psaki woordvoerder in ieder geval, die zei ook van, we hebben overleg met Facebook over wat er wel en wat er niet naar buiten moet komen. Dus dat is, het zit zo verweven met elkaar. Dus het is wel leuk, die Mattabibi is wel een goede journalist ook, die wel integer is. Dus dat is wel leuk. Ik was volgens mij bij die komiek, die linkse komiek. Ik ben zijn naam kwijt.
Die, ja, maar ja, ik volg hem. Dus ik ken hem. Ja. Maar die, even kijken hoor. Ja, we gaan nu naar het rad toe. Daar gaan we even aan draaien. En dan krijgt iemand dan 60 e-guldens. Als het op Stream Elements valt of Vrijheid Radio, dan gaat het door naar de volgende week. Dus dan wordt het 80 e-guldens. Het bedrag loopt op. Ja. Maar ik ga er nu aan draaien. Dus iemand heeft net nog zijn naam even erbij gevoegd. Ja, dat lijkt me toch een vrouw, Anna Elisabeth. Of ben ik nou helemaal een wacht? Ja, het kan ook een man zijn die zichzelf zo noemt. Ja, het kan inderdaad, maar... Weet je nooit, dus... Ja, het is toch wel leuk als het er gewoon... anarcho-capitalistische vrouwen... Ja. Hoppakee, nou dan gaan we even draaien, daar komt ie. 1, 2, 3, hoppakee. Ik had nog spin gedrukt. Oh ja, daar gaat ie, ja. Vertraging tussen. Kijken. Hij valt op. Het zal toch niet weer. Hé. Hey. Waar valt hij nou op? De vorige keer ook al niet. Hé? Nou, waar valt hij nou op? ik kon het even niet. Volgende keer. Ik ga even de uitzending. Het wordt gewoon steeds hoger nu. Nee, ik ga even terugkijken. Dan ga ik even kijken wat het nou was. Want als het grijs en het viel op een grijs. Ja, het was een wat donkergrijze gekleurd vlak. Dus het is, ja, ik kon het even niet. Ja, ik kijk het even terug. En dan diegene die krijgt dan 60 e-guldens. En als het dan Vrijheid Radio of Stream Elements was, dan ja, gaat het door. Dan wordt volgende week 80. Ja. Maar goed, ja, misschien dat iemand het zag en die kan het even in de chat even gooien wie de winnaar was. Ja, ja, ik was het. Was jij het? Ja, ik kijk gewoon even de uitzending terug. We kunnen allemaal trouwens... Iemand zegt allemaal... het was zomaar kijken. Zomaar kijken, nou ja. Het zegt aesthetically speaking. Oké, dat zal zomaar kijkers zijn. Ja, oh ja, ik zou even zeggen van, ja, heb jij geen e-gulden wallet? Of je hebt wel een e-gulden wallet, dat kan ook nog. Ivo, als je geen hebt, dan kan je hier staat boven EFL.nl, kun je een e-gulden wallet krijgen. Nou ja, je kan natuurlijk het hele moeilijke adres even naar ons toesturen. Dat is dan een beetje, dat is een hele lange string van letters en cijfers. Maar je kan ook je eigen wallet een naam geven en dan stuur ik het daar naartoe. Ja, dus dan noem je gewoon een makkelijk te onthouden naam. Ik moet wel even zeggen, schrijf de PUC-code op. Want voor het geval dat je die wallet verliest, bij EVL.nl, dan heb je PUC-code. Die moet je goed bewaren. Ik heb mensen in het verleden horen klagen daarover. Die hadden dat namelijk niet gedaan. En ja, goed. Je kan het even doen via een whisper in Twitch. Dat adres naar ons toesturen, bedoel ik dan. Je kan het ook even... Hey, daar komt... Lucas bij. Hey, Lucas. Hoor. Hi. Ja. Lucas is terug van de sport. Ja. Welkom terug. In ieder geval, ja, via de Twitch whisper kun je het even naar ons toesturen. En anders... ik heb even de e-mail, die doet het niet. Van johan.vrijderadio.com. Je kan het via johanjongepier@gmail.com kun je het ook naar me toe sturen. Ja. Dus dan komt het ook bij mij terecht. Anders gewoon via de chat van YouTube of whatever. Kan het ook nog. Ja. Gaan we naar het laatste bericht toe. En leuk dat je bent, Lucas. Dan kan je hier ook je mening over geven. Dit gaat over Jeffrey Epstein. Er zijn een aantal slachtoffers die klagen nu de banken aan waar Jeffrey Epstein zat te bankieren. En dat is onder andere JP Morgan Chase, een zakenbank. Daar kom je niet zomaar bij. En een Deutsche Bank, om even een paar te noemen. Ja, daar bankierde hij. En is dan hun rol dat ze hem faciliteerden? Schadelijke werk. Dus ja, dat is net zoals mensen op het schoolplein die hoesten.
Ja, even nog een keer. Ik hoorde twee verschillende mensen. Lucas, wat zei je? Ja, het is een beetje hetzelfde als die mensen die hoesten op het schoolplein. Die banken zorgden ervoor dat Epstein zijn schadelijke werk kon doen. En geld verdienen. Wat ook hem natuurlijk in staat stelde om met zijn vieze dingetjes verder te gaan. Dus ja, dat mensen dat doen. Ja, ik denk eerder dat te maken heeft dat het al bekend was wat hij deed. En dat zij hem eigenlijk geen account hadden mogen geven. Ja. Maar goed, het is een verdienmodel, vermoedelijk voor die mensen die die banken aanklagen. Laten we het daar maar even op houden. Nou, was hij beoordeeld dan? Veroordeeld? Ja, hij was veroordeeld en hij mocht zijn account houden, ja. Oké, en waarom zou het niet mogen dan? Omdat hij veroordeeld was als een seks-trafficker. Dan, als jij dat bent, dan moet je al je geldzaken contant gaan doen? Nou, dan officieel volgens de regel mag je geen account hebben bij die bank. Ja, op die manier. Nou goed, als dat hun eigen spelregel is. Ik bedoel, hij was veroordeeld voor seks met kleine kindertjes. Ja, dat snap ik. Ja. Maar het is wel raar inderdaad ook dat als mensen in de gevangenis hebben gezeten en ze komen eruit, mogen ze dan wel een bankrekening hebben of mag je dan ook geen... Ja, het is echt zo inderdaad als jij gewoon een heel klein vergrijp hebt gedaan en dan... Dus voor heel veel mensen die eigenlijk... Dat ze slachtofferloze misdaden hebben begaan. Dus een joint roken, een plant roken. Die kunnen bijna nergens een bankrekening krijgen, weet je wel. En deze man die heeft dus pedofiliehandel gedaan. Die had meer geld. Dat zou misschien uitgemaakt hebben. Ja, precies. Hij was miljardair die pedofiliehandel deed. En die zat notabene bij een zakenbank. En die was veroordeeld voor pedofiliehandel. Maar mocht zijn account bij Morgan Chase houden, weet je wel. Mm. Ja. Dat is een beetje raar, toch? Ik denk dat het wel goed zou zijn als je daar consequenties aan verbindt. Dus je zegt van, als je ook geld hebt, dat je zegt van, ik wil naar een andere bank gaan. Dat lijkt me prima. Er zijn mensen die voor veel minder hun account bij Morgan Chase zijn kwijtgeraakt. Kanye, die zegt iets over Joden, weet je wel. Nou, dan is de mening over Joden. Ja, die zijn in één keer alles kwijt. Dan heb je een precedent. Dus dat precedent in het verleden, daar kun je daarna verwijzen op het moment dat je naar de rechter stapt. En die kan dan daar rekening mee houden. Het hangt er denk ik heel erg vanaf welke hoek jij zit. Dat zie je bij Kanye ook. Als jij in de verkeerde politieke hoek zit, dan ben je opeens alles kwijt. Maar ik las dat Sam Bankman-Fried, zelfs na wat er gebeurd is, heeft hij nog steeds één creditcard over waar hij het kan gebruiken. Dus er is kennelijk nog één bank die zegt, nou, jou kunnen we er best bij hebben. Maar ik heb het dan over verbannen. Op zich is verbannen een prima straf. Dat zou prima kunnen in de samenleving. Als je jezelf duidelijk buiten de samenleving plaatst. Ja, dan hoeft een samenleving, even los van libertarisme of zo, hoeft zich niet meer verder aan jou te associëren. Dus, maar dan zou je dat ook beter de straf kunnen maken. Zou je kunnen zeggen, nou, als je dit hebt gedaan, word je verbannen. En dan houdt onder andere in dat je geen bankrekening hebt. Maar in principe, ja, er is een straf afgesproken. En volgens mij staat er niet expliciet in die straf dat je niet een bankrekening mag hebben. En dan, dan wordt het meer een spelregel van die organisatie zelf. Nee, het gaat erom dat in hun eigen protocol staat. Ja, voor de banken is het een risico. Precies. Die willen geen risico mensen in hun lijstje hebben, geloof ik. Want dan zitten ze met een compliance risico. Dus dan hebben ze liever geen prostituees of mensen die gokken. Of mensen die hun geld verdienen met marihuana. Die dus marihuana bedrijven kunnen ook geen bankrekening over. Spelregels. Dat is precies wat ik zei. Dan wordt het een kwestie van hun eigen spelregels. Ja, maar die regels zijn alleen maar zo. Omdat ze vervolgd worden door de overheid als ze een witwasser opduikt. En net zoals de Rabobank nou weer onder vuur ligt. Dus dan gaan ze alle moeilijke klanten weigeren. Dus in Nederland hebben ze ook professionele voetballers en autohandelaren. En die worden allemaal geweigerd een bankrekening. Omdat dat gewoon risico voor ze is. Maar dan zou het eigenlijk, dan zou je het ook gewoon officieel kunnen maken. Zeg je, nou, als je dit doet, dan word je verbannen. Dan mag je niet meer kopen en verkopen. Volgens mij gold dat dus al voor mensen die met pedofilie. Kijk, als jij. Contant kun je bijna niks meer. En Nederland loopt er niet eens in voorop.
Laat het zo zeggen. Als jij een sportleraar bent en een moeder die verdenkt jou van dat jij onzijdelijk jou aan het kind hebt gezet, wat het misschien helemaal niet zo was. Zijn dat soort zaken, weet je wel. En dan, nou ja, die moeder heeft gewonnen. Terwijl jij als sportleraar dat eigenlijk helemaal niet gedaan had. Maar goed. Ja, kan je gewoon bij een gewone bank, ben je bankrekening kwijt. Hmm. Ja. Dus dat gebeurt. Maar Jeffrey Epstein. Ja, maar die zat natuurlijk aan de tafel met Bill Clinton en ja, inderdaad, zo'n Sam Bankman-Fried verhaal. En MIT dat weten we toch hoe dat werkt. Ja, die had een kantoor op Harvard, die had een kantoor op alle universiteiten. Ja. En, zelfs nadat hij veroordeeld was als Bill Gates, had hij nog steeds een kantoor op Harvard en waar hij meisjes ontving. Ja. Ja, goed, ja, dat is de wereld waar we nu in leven. Ja. En we hebben een overheid die ons daartegen zou moeten beschermen. En daarentegen krijgen we dit. Ja, het was lastig dat hij werd vervolgd en veroordeeld. Maar in principe waren zijn diensten nog steeds gewenst. Ja, de FBI wist er 30 jaar lang van. Hè? Die keek 30 jaar lang een andere kant op. Ze hebben een overheid om ons te beschermen tegen dit soort mensen. En, normaal gesproken ben je daar misschien niet mee bezig als normale persoon. Maar als jij dat soort behoeftes hebt, dan is het heel logisch om naar een orgaan te gaan waar je daar wat meer uiting aan kan geven. Ik zeg het tegen mensen die zeggen van die dan het hele standpunt van de overheid. Zeg maar verdedigen. En zeg ik van, nou ja, wat als jij een pedofiel zou zijn? Leef je zin in een pedoseksueel? Je bent je van het bewust en je hebt niet de neiging van, ik wil hiermee stoppen, weet je wel? Wat zou je gaan doen? Wat zou je gaan doen? Waar zou je naartoe gaan? Waar zou je gaan willen zitten? Zou je dan ergens gaan en zou je slachtoffer willen zijn? Een systeem? Of zou je gewoon... dat is inderdaad in waar systeem. Al die systemen ten onder gaan. Ik denk ook waarin de communistische partij ten onder gaan. Alle foute personen, die weten gewoon, daar ben je onschendbaar. En dan wordt het op een gegeven moment één grote corrupte bende. En dan valt het toch op een of andere manier valt het dan om. Omdat ze elkaar ook dezelfde keten uitvechten. Dus misschien is dat wel de meest logische manier waarop het gaat eindigen bij het CCP ook. Is dat het gewoon intern tot ontploffing komt. Omdat alfa-aapjes zitten elkaar. Maar het is gewoon marktwerking. Kijk, bepaalde posities hebben voor bepaalde type mensen meer waarde. Dus zullen zij meer moeite doen om die positie te bereiken. Normale mensen hebben minder schaduwdoeleinden om die positie te bereiken. Hmm. Daardoor zullen ze er minder moeite voor doen. Zullen ze er minder mee bezig zijn om specifiek dat doel te bereiken. En zullen ze gemakkelijker kunnen substitueren met andere doelen. En juist als jij duistere nevendoelen hebt, ben je extra gedreven om die positie te benaderen. En dat is marktwerking. Dat is hoe dat gaat. Dat heeft veel meer waarde. Je gaat er meer in investeren. Daardoor kom je er beter uit ten opzichte van anderen die ook ervoor in aanmerking willen komen. Dus dan word jij het. Ja. Ik heb trouwens nog één verhaal van een collega. Wat als er nog tijd voor is, dat ik wel wil vertellen. Die collega had een boete gekregen. Een bestuurlijke boete van €100. Omdat hij... een kartonnen doos naast de papieren container zou hebben gezet. Oh, echt waar? En wat was de boete? In Amsterdam €100. Okay. En, heerlijk. En, ja, prachtig. Ja. Goed. En hij vond het al verbazingwekkend. Dus hij ging op die website kijken van, ja, wat zijn bezwaren daartegen? Want hij zegt, ja, ik doe het altijd netjes in en ik stamp het nog aan en zo. Maar er stond er... bij van, ja, als iemand anders het eruit gehaald heeft uit die container, ja, dan is dat geen bezwaar. Dat mag je niet als bezwaar aanvoeren. Dat kan je wel vergeten dan. En daar was hij nog een beetje verbolgen over. En, hoe wisten ze dat die doos van hem was? Ja, daar gaat het om. Daar zit een etiket op, want het was daar verstuurd. En staat zijn naam op. Oh, en toen zei iemand op een gegeven moment tegen hem, die zei van...
maar wat, hou jij je etiketten er niet af? Want hij zei, er ligt altijd een heleboel, er ligt altijd een heleboel karton omheen. En toen de volgende keer ging hij kijken. En op zich is die container gewoon open. Dus je kan inderdaad van alles uithalen en ernaast gooien. Ja. En toen ging hij kijken. En inderdaad, overal waren de etiketten afgehaald. Dus zeg, ik ben een beetje naïef. Want mijn buren, die halen kennelijk overal de etiketten vanaf. Voordat ze het in die container doen. Slim. Klopt, dat doe ik ook altijd. Ja, logisch. Ja, maar om andere redenen. Ik doe gewoon vanwege privacy. Maar inderdaad, mijn vrouw die zei dat een keer inderdaad. Van, ja. Ik doe dat nooit, maar daar moet ik misschien ook eens mee beginnen dan. Want dat is, voor je het weet heb je een boete te pakken, omdat ze jou... Nee, maar ik heb wel toen een tv kocht. Toen heb ik inderdaad van, dan weet iedereen dat we een tv gekocht hebben. Dus ik al die dingen. En ik denk van je weet maar nooit waar ze het voor gaan gebruiken. Dus ik altijd zo van, het maakt niet uit. Altijd al de rest eraf scheuren, ja. Ja, inderdaad, als dit zo'n regel is, inderdaad, dat snap ik het wel, ja. Ja, ja. Wat hebben die mensen gestemd? Volgens mij is het een beetje eigen schuld. Laat ze lekker het is inderdaad niet een hele vrije markt, maar hij schuift een beetje op richting de vrijheid. Dus ik kan dit soort verhalen hoor ik er altijd wel graag aan. Van, Zeker in Amsterdam. Ja. Je wil hier niet wonen. We hebben net ook die vorige aflevering geëvalueerd. Ik vond eigenlijk het verhaal waarbij iemand bijna niet meer op zijn benen kan staan. Helemaal doorlopen van bloed. Niet meer wordt opgehaald door de ambulance. Ik denk dat dat wel een goed punt is. Want ik in andere landen, als je vanaf ambulance afhankelijk bent, dan ga je gewoon dood. Ja. Maar ik vond het echt heel verhelderend om te horen dat dat in Nederland ook gewoon het geval is. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Je hebt nood. Het klinkt een beetje alsof ik ga dood. Maar ik ben zelf, voor jou persoonlijk, is dat moment dat je bijna dood gaat of misschien wel dood gaat, is heel bijzonder, want dat overkomt je niet vaak. Dus dan zou je zomaar aan de telefoon met zo'n gast het idee kunnen krijgen dat je nog niet in de ambulance hoeft. En dan lig je 10 minuten later, ben je er geweest. Dus dat is wel mooi dat dat in Nederland ook gewoon zo gaat. Dus van, je bent nog in staat met mij te praten. Misschien hoeven we nog niet een ambulance te sturen. ik ben benieuwd hoeveel mensen gaan eigenlijk dood. Terwijl ze opgehaald hadden kunnen worden met de ambulance. Zijn daar ook getallen over? Want dat vind ik het allermooiste van de gezondheidszorg. Gezondheidszorg is namelijk de grootste post, volgens mij. Volgens mij, het was altijd de grootste post. En het zou me niks verbazen als het relatief nog groter is geworden. Dus elke keer als je BTW betaalt, wat dan ook afdraagt, dan gaat het grootste deel van het geld gaat naar de gezondheidszorg. En het mooie is dat op het moment dat je er gebruik van wil maken, want bijna niemand heeft het nodig, want je betaalt ook nog zelf. Ja, dus via de belasting gaat er al heel veel geld naar gezondheidszorg. Daarnaast betaal je ook nog een eigen verzekering verplicht. En je hebt een eigen risico. Nou, dat betekent dat je via belasting draag je heel veel af. Via de verplichte verzekering draag je heel veel af. En de meeste mensen komen grotendeels van hun leven komen ze door met eigen risico. Moeten ze toch gewoon zelf betalen. En dan tegen de tijd dat je het nodig hebt, ja, dan ga je gewoon de pijp uit. Zo van, we komen jou niet ophalen, want je lijkt nog heel helder. Dus je kijkt het maar. Ik moet vragen, die weet al die cijfers. Ik heb het wel eens uitgezocht. Het was volgens mij was wel iets van 12% of zo. Maar al het geld gaat naar gezondheidszorg. En dat vind ik het mooi. En ook als ik dan van die mensen die echt super diep in die politieke wereld zitten. En die zitten dan ook zonder blik en bloos te zeggen. Ja, als je oud bent, dan moet je eigenlijk maar afzien van zorg. Ja, dan heb je al lang genoeg geleefd, dus dan moet je eigenlijk maar gewoon dood. En dat is wel geweldig. Ja, Bill Gates die zegt dat letterlijk. Hè? Die heeft daar letterlijk een hele lezing over gehouden. Oude mensen die nooit wat gepresteerd hebben in hun leven, die hebben eigenlijk geen recht op leven meer. Zegt hij letterlijk. Dat is toch briljant. Dus je betaalt je hele leven. Elke cent die je betaalt, uitgeeft of verdient, gaan de grote stukken gaan naar de gezondheidszorg. Je moet jezelf daarbovenop verzekeren en je moet een eigen risico hebben. En dan tegen de tijd dat je eindelijk een keer gebruik van gaat maken, dan moet je gewoon dood. Dus dat... Ja, maar sterker zo nog. Ik had laatste tijdje verdiept in die hele zwendel met die elektrische fietsen.
Dat al die oudjes die moesten in één keer op de elektrische fiets en zo. Ja. Dus dat, je begon met B-cel. B-cel die, dat is slecht voor je hart natuurlijk, hè, boter. Dat is gewoon het laatste wat je eigenlijk moet gebruiken als je gezond wilt leven. Gewoon stoppen met boter op je brood smeren. Maar B-cel, die sponsort de Hartstichting. Die hebben ze zelf opgericht, want het is gezond voor je hart. Terwijl dat eigenlijk ongezond is voor je hart. Maar goed, ik dacht dat juist margarine ongezond was en boter wel gezond. Ja, roomboter geloof ik. Ja, gewoon natuurlijke boter wel. Maar die halverine, margarine, dat shit is slecht. Maar dat wordt B-cel geproduceerd. Mm-hmm. En eigenlijk om die hele... Daarom hadden ze de Hartstichting opgericht van... Nee, maar wij zijn heel goed, want wij geven geld aan de Hartstichting. Zoiets was het. En hadden ze nog een... in een hele complot hadden ze nog een fietsenmaker erbij gehaald. Die elektrische fietsenmaker. Dus al die bejaarden die moesten dan met een gesponsorde fiets van de Hartstichting moesten op de fiets. Wauw. Weet je wel, want we zijn zo gezond bezig. Want wij maken boter en... Dus bejaarden moeten gaan fietsen of zoiets. Maar toen had zo iemand van... Oké, je laat de bejaarden fietsen. Ik maak... kunstheupen en dat soort shit. Ik wil wel mee in dit spelletje. Ja. waarom niet elektrisch fietsen? Dus hoppakee. Die kwam ook bij het complot. Ik noem het even bewust een complot, als mensen mij later willen aanklagen. Nee, we bespraken hier een complottheorie. Maar in ieder geval, die kwam er ook nog even bij. En verzekeraars, noem maar op. En farmaceuten kwamen er ook nog bovenop. Want ja, die bejaarden die gaan op een elektrische fiets. Die breken binnen no time hebben ze iets gebroken. Dat moet al gerepareerd worden. Dus een kunstheup van die producent die er ook bij gekomen is. En die zitten dan, gebruiken dan narcose. En dan raken ze in de war. Dus dan krijgen ze nog eens een god, heet dat spul ook alweer. Zo'n antidepressiva, zeg maar. Mijn stil is oxycontin. Oxypan, dat was het, ja. Dus, dan raken ze nog erger in de war, et cetera. Dus er wordt aan alle mogelijke manieren aan zo'n oude lul verdiend, weet je wel. Dus ja, dus zo gaat de zorg alleen maar omhoog. En dat was dan nog niet genoeg, want dan worden al de jeugd onzeker gemaakt. Dus die gaan allemaal seksuele, die worden onzeker gemaakt over hun seksualiteit. Dus die moeten allemaal zo'n transgender operatie hebben. Dus dan wordt de hele gezondheidszorg nog duurder gemaakt. Dat kan, maar in ieder geval als je aan het eind van een productief normaal leven gezondheidszorg wil consumeren, dan mag dat niet, dan moet je dood. Ja, en daarom... Nee, het moet allemaal duurder gemaakt worden, denk ik. Nou, het kan wel zijn dat op een gegeven moment een uitzichtloze situatie gaat ontstaan, waarbij wel met de familie, dan wel met de patiënt zelf, afweging wordt gemaakt van, is het nog wel deze moeite waard? Omdat de kans op overlijden bijvoorbeeld tijdens de operatie of direct daarna alsnog heel groot is. En dat er dan toch wordt besloten van, we gaan niet verder met behandelen. Maar als er hoop is op een goed herstel en een leven. Ja, dan gaan ze lang mogelijk uitkleden. Ja, ik denk dat ze. Een leven wat nog van voldoende kwaliteit gaat zijn, dan gaan ze wel gewoon opereren. En er zit niet echt een leeftijdsgrens aan. Nee, want ik heb mensen die op een 90ste nog een kunstheup kregen. Nou, nee, het zou wat zijn als het al zo was. Elektrische fiets waren gevallen en Nee, nogmaals, dit is een voorspelling, hè? Kijk, je ziet het in de spreektaal van die politieke mensen. Zit al continu voorkomen dat ze zonder blik en blozen zeggen, ja, als je oud bent, dan moet je maar gewoon dood. Hè, dat zeggen ze met andere woorden. Dat gaat ook heel mooi ingekleed worden, maar daar komt het op neer. Dus je moet je hele leven betalen, maar je mag het niet consumeren. En voor heel weinig mensen, als dat op die manier wordt besproken, voor heel veel mensen is dat is eigenlijk wel redelijk. Ik zou graag willen dat het voor meer mensen klinkt. Oh, is het eigenlijk een zwendel? Oh ja, dat wordt nu wel extra duidelijk.
Het is er gewoon een zwendel natuurlijk, gezondheidszorg. Mm-hmm. En, maar dat, ja, zelfs kun je dit gewoon zeggen, dat soort dingen. En dan nog, ja, dat, mensen die dat dan zeggen, dan kun je wel gaan praten over libertarisme of zo. Maar als jij gewoon kunt zeggen van ja, oude mensen die moeten, die hebben op het moment dat ze zorg nodig hebben, ja, dan kunnen ze maar beter dood. En dat vind je normaal. Ja, dan, waar wil je dan nog naartoe praten? Wat verwacht je dan nog? Dat is, dan heb je wel een hele. Die zitten zo diep in het dal, dat zeg maar naar normaal base level komen. Van hoe je met je. Wat menselijk is en hoe je met een samenleving omgaat. Dat is zo ver omhoog. Dat ja, echt naar voren toe, dat is zeg maar echt veel bruggen te ver. Ja. En daarom is cashzorg ook zo goed, want ook al als je zelf van mening bent dat je gewoon nog een leuk leven kan hebben na een medische ingreep of behandeling, dan kun je dat gewoon betalen als je dat geld hebt liggen. En dan kan het gewoon verder. Dan wordt er niet meer gediscussieerd of het... nog zinvol is, dan zeg jij gewoon, ik betaal ervoor. En dan zegt de chirurg ook van prima, want dan krijg ik tenminste geld. En dan heb je meer vrijheid om over je eigen leven te beschikken. Maar door het bij verzekeraars neer te leggen die overheid gecontroleerd zijn, want het is zwaar gereguleerde handel, dan verlies je je zeggenschap over je eigen zorgplan. Daar gaat het fout. Klopt. Oké. Okay, nou, jongens, mooi. Ik ga denk eens afnokken. Yes. Deze mooie woorden. Vanavond. Ja. Ik wil nog één ding vragen. Ja, dat mag. Als je een land zou kiezen waar je nu naartoe zou immigreren, welk land zal dat zijn? Heb je er een beetje in verdiept? Nee, hoezo? Wat zijn de opties? Weet ik niet. Vraag van jou. Nou ja, als je... Kijk, voor mij is er geen goede reden om in een ander land dan Nederland of Bulgarije te wonen. Okay. Ook van mensen die ik ken. En, kijk, het leven is niet alleen maar... vrijheid is belangrijk, maar... er zijn weinig echt waar het verschil zo groot is dat het de moeite waard is om alles maar, alle rest maar op te geven. Maar ik denk dat ik naar een... ik weet het niet. Ik weet niet of dat... Ik ken die andere landen niet goed genoeg. Maar soms hoor ik dingen van IJsland of Finland, waar ik wel een beetje blij van word. Okay. En, ja, dat is wel een beetje in, ja. Ja, en Portugal ook. En ik zou ook niet weten waarom ik nog veel verder zou verhuizen. Kijk, in theorie zijn er vast wel... misschien wel gebieden in Afrika of zo weer goed kan wonen. Maar ja, en ik wil wezen die... Ik denk dat dat, je moet ook een beetje in de buurt blijven van waar je thuis hoort, om het zo maar te zeggen. Want dat, ik ben niet van mening dat, kijk, het is pas echt van belang als het echt misgaat. Maar als het echt misgaat en je hoort er niet echt thuis, dan is het maar de vraag hoe goed je er vanaf komt. En dat is wel iets om rekening mee te houden. Kijk, want als er echt stront aan de knikker is, dan... ja, dan kan het zomaar zijn dat als jij echt een hele vreemde eend bent, een libertarische Nederlander die helemaal aan de andere kant van de wereld is gaan wonen, dat je misschien nog niet de juiste connecties hebt om daar goed tot uiting te komen. Dus dat is maar de vraag. Hè? Mensen zullen op een gegeven moment meer voor vrienden, eigen familie kiezen, dat soort zaken. En dan zo'n vreemde Nederlander, ja, wat moet hij daar? Dus dat houden we wel rekening mee. Kijk, ik denk ook als je wilt preppen, ik denk de eerste stap met preppen is ook dat je niemand vertelt dat je gaat preppen. Ja, precies. Dat is een beetje zoals Fight Club. Ik heb als mensen dus jij bent aan het preppen klaar. Ja, dat mag je denken. En misschien is het zo, misschien is het niet zo. Ja. Maar ik heb als mensen over preppen horen praten. En het ene wat ik dan dacht van ja, zodra het echt niet pluis is, dan weet je in ieder geval waar je naartoe moet. Bij die persoon ligt nog wat. Precies. Dus ik denk dat het verstandig is om... Ja. Wat zeggen dat je gaat preppen, ja. Nou, ik denk dat zeg maar dat het verstandig is om sowieso iets te hebben dat je bijvoorbeeld water kan filteren. Dus dat je gewoon vies water in een goed filter kan stoppen en dat het gewoon drinkbaar uitkomt. Ik denk dat dat een goede investering is. En ik denk ook dat je genoeg... maar gemakkelijk te bereiden spul. En misschien spul dat je niet hoeft te koken.
hebt liggen, zodat je makkelijk 1 of 2 weken doorkomt. Want laten we wel wezen, kijk, de meeste mensen die, als je niks hebt, dan is het binnen een paar dagen is het bekeken. En dus je moet een paar dagen doorkomen. Daarna, als het echt ellende is, ja, dan breekt de hel gewoon los. Dan gaan mensen gewoon zoeken en dan gaan ze ook niet meer van, oh ja, 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 jij hebt, heb jij nog wat of niet? Dan gaan ze niet op je woord vertrouwen. Dan gaan ze gewoon even zelf een kijkje komen nemen. en dan, dus dan, ja, ik zou denk ik, als je, je eerst niet vertellen. Ten tweede, je moet er gewoon in wapens investeren. Want als het echt misgaat, ja, dan heb je, ja, het is leuker dat je 100.000 blikken tonijn hebt. Maar ik denk dat je in dat geval meer hebt aan 1 pistool dan aan 100.000 blikken tonijn. En ja, ook als je investeert in goud en zilver, je moet het gewoon echt fysiek hebben. Kijk, ik zeg niet dat het een slim idee is, want ik denk, ik weet niet hoe waardevol dat soort edelmetaal is als het echt shit wordt. Maar als je dat waarde aanhecht, dan moet je dat niet doen om die prepreden op een manier dat het door iemand anders in bezit wordt gehouden. Dat is een dikke flauwkul. Dat jij goud ergens in een ander land in een andere kluis hebt liggen. Dat is leuk in hoe het nu gaat. En als je het dan en je verkoopt het en je kunt het ook meteen liquideren. En dat werkt gewoon prima. Doe ik ook. Ik heb ook wel gewoon een app. Dan kan ik gewoon. Sommige dingen moet ik echt op de markt wachten. Maar je kan gewoon dingen kopen en verkopen wanneer je maar wil. Dat is geweldig. Maar als je serieus iets wilt doen, je moet het gewoon zelf hebben. En je moet het kunnen beschermen. Nou ja, ja. Dat kan ik erover zeggen. En ik denk dat je. Je kunt beter, dus als je al naar een ander land gaat, dan moet je dat doen met een groep. En dan moet je dat doen met mensen met wie je wat kunt doen. Want je moet op anderen kunnen vertrouwen. Kijk, als je in je eentje gaat preppen, je denkt, ik ben lekker zelfstandig. Ja, zo werkt het niet. Als er echt shit is, dan telt dat je zelfstandig bent, dat is nul waard. Als je, ja, tenzij je echt in staat bent om je eentje al die hordes bij de deur weg te halen, omdat ze weten dat jij als enige nog voedsel hebt of zo, of een waterveld, dan kan het misschien uit. Maar de realiteit is gewoon dat je dan juist zou je. Dan is het eigenlijk voor het eerst in leven zou je dan echt een samenleving moeten hebben. Een groep mensen met wie je samen dat gaat doen. Want je gaat in je eentje zeker niet redden. Goed, ja. Als iemand anders nog even wat wil zeggen hierover, dan. Nee, nou ga ik echt afhaken. Nee, hey, wel trusten. Ja. Dan ga ik een eindje brouwen. Ja. Ik, ik zou nog zo allemaal landen kunnen opnoemen om eventueel naartoe te gaan, maar dat ga ik nu niet meer doen. Eventueel België! België, inderdaad, ja. Ja. Goed, ik wil in ieder geval iedereen danken voor het luisteren, uiteraard. De deelnemers danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wil iedereen een vrolijke. Oh, trouwens, volgende week denk ik dat ik het weer op vrijdag ga doen. Want ik moet volgende week de hele week vroeg op. Dus dan zal het waarschijnlijk volgende week weer vrijdag worden. Dan weten jullie dat ook bij deze. Goed, ja, dan gaan we even afsluiten. Ik zou zeggen toedeledoki en hartstikke idee. Bye. Dit is de knop, hoppakee. Het is nou wel naar zijn einde is, hè? Ik heb nog steeds. Ik moet daar nog iets op verzinnen van hoe lang hij. Er zal inderdaad volgens mij wel een script voor te verzinnen zijn. Hoppakee, ik kap er nu af. En goed jongens, hartstikke idee. Hoppakee. En deze knop. Ben je nou droog?